Welkom alle mensen in de zaal. Welkom ook de mensen die thuis meekijken vanaf de livestream. Ook voor jullie is zometeen de mogelijkheid om mee te stemmen met de stellingen. Mijn naam is Rogaya Sek. Ik ben programmamaker in de Bali. En ik leid deze avond ook. En dat doe ik samen met Martijn de Greven, Radio 1-presentator, debatleider, dagvoorzitter. Collega. En ook mijn collega bij Operatie Interview, waar we ook nog voormalig korpschef Erik Akerboom te gast hebben gehad. Zo is het. Dankjewel, Rogaya. Goedenavond ook van mijn kant. Goed dat u allemaal op 1,5 meter zit. Laten we even een kleine check in de zaal doen. Dat er een aantal mensen van de politie zitten, dat zien we hier ook wel. Ongetwijfeld de veiligste plek van Nederland op dit moment. Maar even, wie zit er in de zaal die puur geïnteresseerd is, maar niks met de politie te maken heeft? Vingers. Aha. Goed. Zo'n zaal, dames en heren. 5 vingers. 5 vingers. Van 1 hand. Dan denkt u misschien thuis, ja, maar wacht even, dat is wel een heel niet uitgebalanceerde bijeenkomst. Niet waar, want u doet mee. En dat doet u door, kan u die andere sheet krijgen, let u op, want u gaat inloggen. En dat kunt u zo direct doen. En dat gaat zo. U gaat naar menti.com, menti.com. Dan tikt u in de code 1577051 en dan kunt u meepraten. We gaan een aantal stellingen voorleggen. U kunt wellicht ideeën, suggesties, opmerken. Het is allemaal zeer van harte welkom. Al was het maar om iets meer balans hier in de zaal te krijgen. Dat even als eerste. En dames en heren, het onderwerp van vandaag ligt er niet om. Ik zeg erbij dat de politie de Bali benaderde ver voordat de coronacrisis uitbrak. Ver voordat Black Lives Matter zijn entree hier in Nederland maakte. En toen was het eigenlijk, of was voor mij een beetje eind vorig jaar, dat ze zeiden, wij willen dat debat. Wij willen in de Bali met de mensen thuis laten zien hoe we erin staan, wat we ervan vinden, hoe we ermee omgaan. En we willen ook met mensen, de burgers, in gesprek. Nou, we zijn 8 maanden verder. Dat betekent dat we een deel online moeten doen. We hadden natuurlijk hier liefst met een kolkende zaal gezeten en het debat hier gedaan. Maar we zijn eigenlijk al lang blij dat we in coronatijd überhaupt een avond als dit met elkaar kunnen organiseren. Dus daarvoor dank. En dan het onderwerp. Dat ligt er ook niet om. Dames en heren, de korpschef zelf, Henk van Essen, zei, racisme en discriminatie in welke vorm dan ook horen niet bij de politie thuis. En de pijnlijke conclusie is dat het wel gehuisvest is bij diezelfde politie. En het is ook niet een onderwerp wat nu toevallig heel actueel is nu. Het is eigenlijk een onderwerp, als je 1 keer op Google drukt, wat eigenlijk al jaren gaande is. Er zijn rapporten volgeschreven. Er is niet nog een nieuw rapport nodig. Op zijn pechtel zou je kunnen zeggen, sla er een nietje doorheen en je hebt het rapport. Dus de grote vraag is, wat nu? Het is tijd voor echte maatregelen, echte aanpak. Kortom, een gesprek wat er niet om ligt. Over een onderwerp wat pijnlijk is, wat moeilijk is, wat ook schaamte met zich meebrengt, wat sociale correctie met zich meebrengt, wat over leiderschap gaat. En al die onderwerpen komen hier vanavond langs. Dat allemaal gezegd hebbende. Om het even een klein beetje te ondersteunen, heb ik hier een kleine compilatie, daar hoeft er niet ons best voor te doen, van de afgelopen tijd. Moslimfobie, intimidatie bij politie en de top kijkt weg. Politie diverser maken van het korps zeer moeilijk. Adviseur stapt op wegens discriminatie bij politie. Fatima Abu Luafa, de teamchef bij de politie die racisme aankaarten, is naar huis gestuurd. Haar kritische opstelling zou te veel interne spanningen veroorzaken. Racisme-debat zaait verdeeldheid bij nationale politie. Politie Rotterdam onderzoekt racisme in appgroepen agenten. 25 augustus hier. Politietop wist al langer van racistische appjes agenten, maar greep niet in. En ruzie op politiebureau over racisme. En dat is van 28 augustus, een paar dagen geleden. Informatiedienst politie kampt met angstcultuur en ongewenst gedrag. En die is van vandaag. Slechts een kleine greep. We hebben dus best wel veel om over te praten vanavond. En dat gaan we eigenlijk doen in 3 blokken. We beginnen met lid van de korpsleiding Lisbeth Huizer en Martijn de Greven. En daarna gaan we ook met jullie als zaal het gesprek aan. Dat is het eerste blok. Het tweede blok gaan we vooral hebben over de praktijk, over de dilemma's die je als agent hebt. Dat doen we met Dwight van de Vijver, Koen Simmers en Ferda John Demley. Alle 3 agenten. En dan hebben we nog een laatste blok wat eigenlijk meer gaat over organisatorisch. Wat kunnen we doen om organisatorisch dit probleem wat we net hebben gezien op te pakken? Martin Sietalsing gaan we daarmee spreken. De leiding in Midden-Nederland. En Lute Nieuwert, diversiteit, portefeuillehouder diversiteit bij de politie. En dan sluit ook Sanië Celik aan
lector diversiteit en inclusie bij de universiteit Leiden. Dank, tot zover. Hoog tijd om de plaats van het korps even voor te halen. Geef een warm applaus, Lisbeth Huizer. Ja, er staat hier een bak tissues, dat is alleen de microfoons schoon te maken tussendoor. Dat u niet denkt... Nee. Nou, we weten niet. We gaan het gesprek nog beginnen. Toch heel even, ik stond eigenlijk met mijn rug naar de zaal toe om de koppen voor te lezen. En eigenlijk voelde ik bijna de pijnlijke stilte in mijn nek. Voelde u hem ook? Ja, tuurlijk. Het blijft altijd pijnlijk als je dit zo lang ziet komen. Enerzijds ook met de constatering van ja, we kunnen er niet omheen. Het is ook gewoon, het speelt bij ons. En tegelijkertijd ook wel de pijn die ik ook wel voel, omdat de politie ook nog wel veel meer is dan dit. Ja. En er ook naast, maar we gaan het echt ook over het thema hebben, ook gewoon hele mooie dingen gebeuren. Ja. Maar het is ook een uiting, zo zie ik het dan ook wel weer, van ja, we werden ermee geconfronteerd en we zijn het ook aan het aanpakken nu. En we moeten dus ook gezamenlijk door die pijn heen gaan met elkaar. Waar staan we als het gaat om het... Waar staan jullie als het gaat om die tocht door de pijn heen? Ik denk dat wij in het vorige jaar, en dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding dat wij eind vorig jaar zeiden van wij willen graag dit gesprek aangaan. Toen constateerden wij dat op het punt van diversiteit en inclusie, dat wij steeds meer eigenlijk in, zeg maar, in de polarisatie terecht kwamen. Zowel extern als intern. We schoten in de verdediging. We werden steeds vaker geconfronteerd met incidenten. En daar ging je op verdedigen. En we merkten eigenlijk op dat moment, dit is niet goed wat we doen. We snapten wel de verdediging. Dat kon je nog wel begrijpen, want het raakte je natuurlijk. Maar tegelijkertijd zeiden we, op deze manier raken wij uit de verbinding. We raken uit de verbinding met de samenleving. En hier ligt dus een issue wat we moeten aanpakken. Als u zegt, we raken in het defensief door alle incidenten. Dat klinkt bijna alsof jullie de structuur van de incidenten niet zagen. Het waren geen incidenten meer, het was een structuur. Maar dit was wel precies wat er gebeurde. Dus dan lijkt het, en wat er gebeurt is, je gaat van incident naar incident. En we zeiden van, we moeten hier echt nu doorheen kijken van, wat is er aan de hand? En we kunnen wel telkens gaan verdedigen van, ja, maar dit zat eigenlijk zus of dit zat eigenlijk zo. Maar het onderliggende thema, en dat is ook wel de constatering, hebben we ook al veel langer gezien, ook in medewerkers tevredenheidsonderzoeken, dat als je kijkt, en dat kwam ook nog wel weer langs, ook in het onderzoek van vandaag wat naar buiten kwam, dan zie je eigenlijk al langer dat als je kijkt naar het ongewenst gedrag, naar intimidatie, naar pesterijen, dat het in de politie ten opzichte van andere organisaties relatief hoog is. Dan kan ik daar ook iets tegenover zeggen. Dat is ook, zie je vaker bij organisaties die onder hoge werkdruk werken, die veel te maken hebben met spanning buiten. Tegelijkertijd, dat is niet de politie die je wil zijn. Ja. En wij moeten hiervoor staan, voor die burgers toe. Daar willen we ze in beschermen, daar willen wij voor staan. En dan is het ongelooflijk pijnlijk als je constateert dat wij dat in huis onvoldoende kunnen aanpakken. We zaten 2 weken geleden als voorgesprek op deze bijeenkomst, zaten bij u op kantoor. En toen zag ik op een gegeven moment uit mijn ooghoek dat u een kleine verzuchting liet plaatsvinden bij uzelf. En toen we daarop doorvroegen, trokken we eigenlijk samen de conclusie dat je op zo'n avond als dit het risico loopt dat je in een cliché, een fontein van clichés belandt. En toen zeiden we samen tegen elkaar, dat moeten we niet doen. Hoe voorkomen we dat vanavond? Absoluut. Nou, het zou mijn diepe wens zijn, want zo spraken wij er ook over. Ik zei volgens mij letterlijk, laat het in hemelsnaam niet het zoveelste diversiteitsdebat worden. Omdat ik dat beschouw als een debat waar we naar elkaar met overtuigingen en opvattingen, maar eigenlijk niet naar elkaar gaan luisteren. En dat maakt ook dat je dan vaak, dan ga je voorzichtig worden. Ja. Dan ga je met meel in je mond praten. En waar we naar op zoek zijn, is echt om in dat gesprek te komen. We hebben dat afgelopen maanden intern ook gedaan. We hebben samen intern binnen de politie het verhaal nu van politie voor iedereen gemaakt. Maar we willen dat ook gewoon dat perspectief en dat beeld en dat gesprek ook hebben met de samenleving. Om te horen van, wat hebben wij te doen om die politie voor iedereen te zijn? En dat vraagt dan ook wel dat je een mate van openheid moet krijgen in dit gesprek. En dat je bereid moet zijn om even naar de diepere lagen te kijken die eronder liggen. En dat we dan niet meteen geframed worden of dat er een woord gekaapt wordt meteen van, oh, zie je wel. Ja.
Nee, maar ik hoop echt op een mooi gesprek en een mooie dialoog. Het belangrijke is dan ook even volgens mij dat we, hoe reëel sommige relativeringen ook zijn, maar dat we ze toch even aan de zijkant schuiven. En dan komen we uit bij het punt dat je zegt, het zijn niet losse incidenten, maar op een bepaalde maat is het ook een structuur. Kunt u de structuur van onveiligheid, racisme, discriminatie, weinig mensen die willen werken bij de politie met een migratieachtergrond, als ze er komen werken, vaak vroegtijdig het pand weer verlaten. Gebrek aan sociale correctie, als er in groepsdynamiek grappen worden gemaakt die buitengewoon pijnlijk kunnen zijn voor sommige mensen. Ook het gevoel, de blauwe familie kan blijkbaar ook verstikkend werken, dat als iemand naar buiten treedt, dat er bijna een heksenjacht plaatsvindt op degene die naar buiten treedt. Aan u de vraag eigenlijk, kunt u verklaren hoe je als organisatie hier bent gekomen? Ja, kijk, één wat ik net al even aangaf. Het is een organisatie, we zagen gisteren ook het inspectierapport nog langskomen, hè, waarin onze inspectie ook aangeeft de enorme werkdruk die er is, de enorme vraag naar het politiewerk. Morgen is er een debat in de Kamer over de ongeregeldheden. We zien ook de laatste maanden dat er ook veel spanningen zijn in de samenleving. En de collega's die moeten wel elke dag gewoon opereren in die spanning, in het ongewisse ook, wat hen te doen staat. Dus we zien in die zin ook wel in toenemende mate een werkdruk, een spanningsgehalte ontstaan. En dat doet iets met de collega's. Ja. Ja, dus als zij van buiten binnenkomen, dan moeten zij ook soms echt ook even kunnen, nou, even stoom af kunnen blazen en even terug in die veilige haven. Wat we daarin wel moeten begrenzen is, ja, stoom afblazen is noodzakelijk ook, hè? Ook om uiteindelijk op de langere termijn ook gezond te blijven, hè? Want daar zit wel een belangrijke voorwaarde in. Maar het stoom afblazen mag niet ten koste gaan van die ander. Hè? En dat mag zich niet gaan uiten in pesterijen of het anders wegzetten, want dan doen we dat gewoon niet goed. Maar als ik dus moet hebben zeggen, als ik wel stoom afblaas, dat gebeurt mij wel eens, dan is vaak, dan is niet, ben ik niet de meest genuanceerde gemoedstoestand, zou ik maar zeggen. Dus zo is het. Simpel gezegd, als ik nou probeer voor te stellen of je nou met kampers te maken hebt, zigeuners, krakers, reljeugd in een Schilderswijk, maakt me niet uit. Betekent stoom afblaas dat als je terugkomt, dat je misschien wel eens in bewoordingen over de grenzen mag gaan wat normaal gesproken onbetamelijk is? Want ik moet even het woord stoom afblazen, even. Ja. Nou, dus niet over die grenzen mag gaan. Nee, dat dus niet. Dus stoom afblazen is even de spanning kwijtraken, de energie kwijtraken. Dat moeten we doen met een goede debriefing, met elkaar spreken. Wat hebben we meegemaakt? Wat hebben we daar ervaren? En dat op het moment dat je dat niet goed doet, hè, dus daar moeten wij dan ook veel meer op inzetten. Gewoon even de ruimte doen dat we gezamenlijk kijken van wat hebben we meegemaakt, wat hebben we daarin ervaren en wat is er ook even weer nodig om weer vervolgens naar de volgende melding op een gezonde manier te gaan. Als je dat onvoldoende doet, dan krijg je van dit soort dingen. Dan gaat het vaak ook soms op onbewuste momenten of in andere uitingsvormen komt dat naar buiten toe. Dus wat is onze opgave en die hebben wij absoluut onderkend en ook onderstreept. Dat is dat we moeten zorgen voor het zorgen voor een betere weerbaarheid van onze mensen. Ja. Zodat ze hier ook gewoon op een gezonde en op een goede manier mee om moeten gaan. En de andere kant is natuurlijk heel nadrukkelijk. Zorgen voor de veiligheid in de teams. Dus dat iedereen, want ja, wij zeggen ook al heel lang, wij willen heel graag diversiteit. Want wij snappen als geen ander, wij willen een politie zijn die in verbinding is met de samenleving. In verbinding met de wijk, met het dorp, met de stad. Ja, dat betekent ook dat wij dan ook gewoon, of dat de foto die je van ons moet maken, ja, die moet dan ook een beetje lijken op, hè, hoe ziet dan ook gewoon de omgeving eruit. Dus dan moet er ook ruimte zijn voor andere culturen. Maar ook voor of hoger opgeleiden. Of in de breedste zin van diversiteit. Maar dat vraagt wel om veiligheid in het team. Hè. Dus wat ik nu wel vaak zie is, ja, wij zeggen dan wel, we willen graag diversiteit. We halen weer op binnen. Maar mag je ook daadwerkelijk, als je eenmaal binnen bent, ook echt anders zijn? En dat is echt iets waar we aan moeten werken. En dat begint met meer veiligheid bieden. En dat betekent ook, en dat is ook een deel van wat we net hier voorbij zagen komen, dat betekent dat wij op het gedrag wat niet te tolereren is, op ongewenst gedrag, daar moeten wij gewoon nadrukkelijker in optreden. En ik denk, corrigeer me als ongelijk, ik denk als u zegt wij, kun je toch ook als eerste kijken naar alle managementlagen. En u zit de hoogste in de rots.
Dus tot en met, misschien wel vooral jullie als korpsleiding. Want als je die verhalen leest, die rapporten leest, lees je de hele tijd dat of mensen zich niet veilig voelen om te klagen, bezwaar te maken, zich niet gehoord voelen, of zelfs dat de leiding, op welke niveau dan ook, misschien wel meelacht om grapjes die discriminatoire zijn. Dus met andere woorden, het laatste wat we moeten doen is vanavond de conclusie trekken, weet je wat, we moeten doen een cultuuromslag. Want die conclusie die kennen we al. Nou, dat dacht ik ook. Dus ja. Daar zijn wij ook al lang voorbij. He, dus het is ook echt. Ik denk dat wij op dit moment goed weten wat ons te doen staat. Dan nog, zeg ik er wel bij, dan is het nog niet gemakkelijk om het ook daar te krijgen. He, dus dit is echt gewoon werk aan de winkel voor ons allemaal. Daar moet leiding in voorop gaan. Hartstikke mee eens. Van boven, wij moeten echt het voorbeeld daarin geven, tot aan de laagste lagen. Maar ook voor de medewerkers met elkaar. He, dus ook de medewerkers spreken ook aan he, op. In welke mate bied jij ook gewoon een veilige haven aan jouw collega? Hè, op het moment dat je terugkomt uit een spannende situatie. Dus wij moeten dit ook met elkaar doen. En, hè, dat hebben wij natuurlijk ook geleerd, wij moeten ook gewoon, of in ieder geval ook ervoor zorgen dat op het moment dat collega's iets meemaken, dat ze in een situatie van ongewenst gedrag zijn gekomen of dat hebben gezien, daarover een melding willen maken, dan moeten wij ook zorgen dat zij daar ook een veilige haven in hebben. Ja. Om die melding ook op een goede manier zeg maar neer te kunnen leggen. En dat wij daar vervolgens ook op laten zien dat wij daarop acteren. Okay. We gaan er twee dingen nog met u doen. We gaan een aantal vragen voorleggen aan de mensen thuis, maar ook in de zaal. Met dat systeem wat ik u net uitgelegd heb. Maar eerst wil ik met u kijken naar een fragment uit de serie Dienders. Ik moet u zeggen, maar dat zeg ik gewoon als televisiekijker. Ik vond het een fantastische serie. Prachtig, hè? Ja? Ja, echt geweldig. Ik geloof dat sommige mensen ook een beetje ongemakkelijk hier en daar. Want het was toch... Oh nee, ik vond het... Nee. Volgens mij is dus vrijwel iedereen. Dus volgens mij inmiddels ook genomineerd, dacht ik. Ja. Ik zit even naar Dwight te kijken of die dat weet. Hè. Maar ik vond het een prachtige serie. Ja, en om dat nog een keer kracht bij te zetten. Op uw verzoek hebben we één fragment. We gaan kijken naar de diender Figo. Laten we eerst even, inleiden of zullen we eerst even kijken? Wat is... Nou, wat we gaan zien, en dat was misschien even het ongemak. Hè, dus, maar waarom ik vroeg om dit fragment, dat is een fragment dat me enorm raakte. Wat je hierin zag, het gaat over een jongen die eigenlijk niet echt zeg maar, afkomstig is uit de kringen waar wij gemiddeld mensen uit recruteren. Hij ging om met Feyenoord-hooligans, die rekende hij ook tot zijn vrienden. Het mooie is, hij koos bewust voor de politie en de politie koos ook bewust voor hem. En wat je dan vervolgens ziet in dit fragment, is hoe hij dan vervolgens, hij komt binnen en wij gaan hem in een mal stoppen. Niet even verklappen nog, we gaan kijken. En de vraag aan jullie is natuurlijk, wie gebruikt er ook wel eens van jullie? Nee. even wat, we hebben dit fragment op uw verzoek hebben laten zien. We moeten er even bij vertellen dat het niet goed afloopt. Nee. De citaat van de politie is, je bent een schoffie, daarom hebben we je ook binnengehaald. Maar vervolgens is datzelfde schoffie zijn. Uiteindelijk, de reden gaat er ook wat slechter uitzien naarmate de aflevering vordert. En uiteindelijk loopt het niet goed af, want ze gaan uit elkaar. De politie en hij werkt niet meer voor de politie. Ja, klopt. Hij is na zijn eerste jaar gestopt. Ja. En dit is ook eigenlijk waarom ik dit ook wilde laten zien. Van god, dit is dus wat wij ook doen. En voor een deel, ja natuurlijk, je komt in een organisatie. En daar stellen we hoge eisen aan politiemensen in wat je hebt te doen. En daar moeten we ook gewoon ieder daar het voorbeeld op geven. Maar wat mij zo raakte was, hè, zo'n jongen die nadrukkelijk die stap wil maken. En wat vragen wij hem? Hè? Eigenlijk echt, laat je vrienden los, laat je hele omgeving los. En ik denk dat ook, zeker ook collega's met een andere culturele achtergrond dit ook wel vaker hebben gemerkt. Hè? Dus dat roept de vraag ook op. Van ja, wij zeggen dan wel van, we willen graag mensen die anders zijn binnenhalen. Maar hoe anders mag je dan zijn? En welke ruimte mag je daarin vinden? Of laat ik het zo zeggen, welk leertraject mag je daarin gaan? En hoe begeleiden we mensen ook om die stap uiteindelijk dan ook te zetten? Of leidt het er eigenlijk al toe dat je in de eerste maanden eigenlijk dan tot de conclusie komt van laten we dit pad maar niet verder lopen. Nou, dit fragment zette me enorm aan het denken. En dat vind ik dus ook wel weer, hè, en dat wil ik eigenlijk ook wel gewoon gezegd hebben, want toevallig vandaag ook een journalist die mij vroeg van, of die tegen mij zei van ja, weet je,
die reputatie van die politie die is toch wel heel erg, erg slecht. Ik dacht, ja, ik vind het ook wel jammer, zei ik ook terug, hè, dat u dat ook zo stelt. En ik zei, ja, ik snap ook wel dat als je al die berichten zo langs ziet gaan, dat je dan denkt van nou, dit moet wel heel dramatisch gesteld zijn. Maar wij zijn heel bewust hierin echt ook actief en transparant. Hè. Dus wij willen leren, we willen door de pijn heen gaan. En dat betekent ook met zo'n serie, we laten dat allemaal zien. We hebben dat ook opengebracht, ook laten zien hoe dat gaat. Maar dan zijn we ook, hè, dus ik heb op een gegeven moment ook mijn vinger opgestoken toen ik deze aflevering zag. En ben het gesprek aangegaan met de politieacademie. Hè, om echt ook in de vraagstelling van, wat betekent dit nu? En kunnen wij dit ook anders doen? Jazeker, zij hadden dat ook op die manier zo ervaren. En hè, van daaruit hebben we gezegd van, goh, maar als wij dus ook gewoon meer diversiteit binnen willen halen, kunnen we dan ook niet veel meer gewoon het leertraject, hè, de tijd dat zij gewoon zeg maar in opleiding zijn, veel meer gebruiken om uiteindelijk te komen tot het niveau dat we zeggen van, ja weet je, dit is in deze mate van diversiteit of anders zijn mag. En natuurlijk ook ja, bepaalde normen en waarden, daar moet iedereen zich ook aan verbinden. En dat is ook gewoon helder. En nogmaals, zelf gebruiken, dat kan echt niet. Nee, maar ik kom wel Immend. Hij legt de grens anders. Hij zegt, het zijn nog steeds mijn vrienden, maar als ze gaan gebruiken, ga ik niet mee. Dat is een hele andere grens. Juist. Ja. 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 En, ik proef eigenlijk uit uw woorden dat ja, u moet, moet je zover gaan om echt te zeggen, dit mogen je vrienden niet meer zijn. Wat vragen wij dan van iemand? Dus hij is overvraagd, begrijp ik, is uw conclusie. Dat was hè, wat bij mij opriep. En daar zijn we ook over in gesprek gegaan. Hè. Goed. Uiteindelijk is het, wat ik heb begrepen, want inmiddels was de serie ook al gelopen en hij had ook al afscheid genomen. Maar wij moeten dit type vragen aan elkaar, ook in de organisatie, durven stellen. Willen wij echt nadrukkelijk Goed. Tot verandering komen. Nu ga ik naar collega Ogaya. Ja, ik was toch nog misschien in het kader van niet in algemeenheden blijven spreken vanavond. Denk ik dat ik toch alvast handig is om het te hebben over die net een kop die we langs zagen komen. Agenten niet vervolgd door racistische uitlatingen in WhatsApp-groep. En u zei net meldingen doen. En dat de meldingen moeten worden gedaan, dat het aangemoedigd moet worden. En dat als die meldingen worden gedaan, dat het ook moet worden geagendeerd door de organisatie. Dus vroeg me dan toch af van, is dat wel goed genoeg geagendeerd? Dat die korpsleiding al langer wist van die racistische uitspraken in die WhatsApp-groep en dat er niet echt hard op is opgetreden. Ja, het verhaal ligt wat genuanceerder. Maar daar kan je over verschillen van mening. Wij kregen op een gegeven moment informatie over dat dit zou plaatsvinden. Dan moet u één ding wel weten. We zijn een hele grote organisatie waar heel veel WhatsApp-groepen zitten. Dus dan gaat het erom, wil je dit ook echt kunnen onderzoeken? Want wij zijn ook van de politie en we zeggen ook, dat doen we ook met burgers, dat doen we met iedereen. Op het moment dat er een aanklacht komt of er wordt een aangifte gedaan, dan gaan we dat ook onderzoeken. Klopt het? Daarvoor heb je ook feiten en omstandigheden nodig om dat ook te kunnen. Nou, daar is wat gedoe over, wist men dat nu wel of wist men dat nu niet? Laat ik het in elk geval zo vertalen. Op het moment dat men concreet de informatie kreeg van het ging om die en die WhatsApp-groep, toen is ook direct gezegd van, dan vinden wij nu ook dat we daarin moeten optreden. En daarin zie je dan ook eigenlijk al een verandering ontstaan. Hè, dat, want daar kwam ook nog wel wat discussie over. Zo van, maar dit was toch eigenlijk al? Want de teamchef van het team waar dat zich had afgespeeld, hè, die zei van, maar ik heb het destijds toen ik het hoorde, heb ik het ook al afgedaan en we hebben een goed gesprek gevoerd. En daaroverheen hebben wij gezegd van, ja, maar dit type uitlatingen, die vinden wij wel zodanig over de grens gaan, dat we vinden dat er nog wel even iets meer nodig is. Ze werken nog wel, hè, bij jullie? Ja, zo doen we dat ook altijd. Ja. Wat hier langskwam, dat ze niet vervolgd worden, dat is dan de beslissing van het Openbaar Ministerie. Hè. Dus die kijkt, is het strafrechtelijk vervolgbaar? Daarop is het oordeel, het zijn besloten groepen. Dus nee, niet strafrechtelijk vervolgbaar. Maar het feit dat ze nog bij jullie werken, ligt in jullie verantwoordelijkheid? Zeker. En ondertussen loopt er nog een disciplinair onderzoek. En dat wachten we nu af. En op basis daarvan worden dan zeg maar bekeken van wat dat betekent. Nu gaan wij het volgende doen. Ik ga even zo staan, dan kunnen we het goed zien op het scherm. We gaan een aantal stellingen voorleggen. En u kunt daar de telefoon bij pakken. Ik ga ervan uit dat deze dienstbare zaal inmiddels al lang ingelogd is met alle codes die daarbij horen.
Let op. Een gesprek over diversiteit bij de politie moet gaan over. Het is helemaal aan u thuis, hier in de zaal, om daar een woord in te zetten. Dan krijgen we een soort fontein. Er zijn al 40 mensen die... 40 mensen hebben dit gedaan. Dus hoe groter eigenlijk het woord op ligt, hoe vaker dat woord ingetikt is. Dus we zien hier staan centraal leiderschap, respect, professionaliteit, inclusie. Dat zijn een beetje de woorden. We zien iets verschuiven. We zien leiderschap bijna ongewijzigd centraal blijven staan. Kwetsbaarheid komt hier ook wat groter. Moet ook over Marcel blijkbaar gaan. Ik weet niet wat dat ermee te maken heeft, maar... ...53 mensen hebben dit inmiddels ingetikt. Zie je, rechtsonder kunt u zien hoeveel mensen hier op dit moment nu aan meedoen. Misschien kan ik alvast gaan naar iemand die... Is er hier iemand in de zaal die leiderschap heeft ingetypt? Ja, de meneer met het oranje shirt bij het gangpad. En dan is de vraag waarom? En vooral ook, wie bent u? Wie bent u? Mijn naam is Ruben Boomsen, ik werk ook bij de politie. En ik laat me al wat langer wat kritisch uit over het diversiteitsbeleid binnen de politie. En het is best wel een moeilijke vraag, hè, leiderschap. Ik hoor ook vaak van ja, nee, we moeten het uiteindelijk met z'n allen doen. Maar ik vind dat het leiderschap echt het voorbeeld ook moet tonen van hoe wij als organisatie willen zijn. Ik ben ook wel positief gestemd over de ontwikkeling daarin. Want ik zie ook dat er opgetreden wordt. Dus dat stemt me wel enigszins positief. Op welke manier ziet u dat er wordt opgetreden? Nou ja, dat zie je in het krantenbericht van 2 september binnen de DLIO. Daar wordt ook echt geïnterveneerd. En dat was volgens mij ook echt nodig. Omdat die norm gesteld moet worden. En dat kun je op meerdere manieren doen. En dit is een van de manieren. En dat gaat helpen om uiteindelijk die cultuurverandering teweeg te brengen. Dank u wel. En inclusie? Wie heeft de inclusie ingetypt? Alle mensen die niet alle in de zaal thuis zijn? Niemand hier. Mag jij, laten we dan anders even... Oh ja, ik heb wel de inclusie ga ik heen hoor. Ja? En wie bent u? Hawea, ik werk pas sinds kort bij de politie. Ik heb inclusiviteit ingetoetst, omdat het eigenlijk gaat over wat het voorbeeld dat Lies net aanhaalde. Dat je jezelf kan zijn en jezelf kan meenemen naar je werk en dat dat oké is. En dat daarmee niet je moet voldoen aan een norm op kantoor, maar dat de groep verandert en dat jullie samen de norm bepalen. Heb je het gevoel dat je jezelf kan zijn in ja, de korte tijd dat je werkt? Ja, ik wel. Geen probleem. Mag ik nog even vragen? U zegt, u werkt sinds kort bij de politie. Ja, wat deed u hiervoor? Hiervoor zat ik 3 jaar in Nepal en daarvoor 10 jaar bij de gemeente Amsterdam. Oké. Okay. En wat was de reden dat u dacht, ik wil bij de politie nu werken? Juist nu? Nou, vind ik wel een goede vraag. Eigenlijk heeft dat meer te maken met Nepal dan met wat hiervoor gebeurde. In Nepal, dan kijk je naar waar je echt het verschil kan maken. En ik heb gezien dat de politie in Nederland wezenlijk anders is dan de politie die ik in het buitenland zie. En daar wil ik aan bijdragen. Okay. En als u dan ook die krantenkoppen leest, hè, laat ik het punt nemen van dat mensen zich vaak niet veilig voelen als ze ergens een melding van willen maken. Dat ze of er nooit meer wat van terug horen en als ze er wel van terug horen, vaak het gevoel dat ze bij het spel worden gezet. Ja, dat is heftig. Ja. Maar dat heb ik in mijn hele korte tijd nog niet zo ervaren. En daarom wilde ik ook vanavond hier zijn. En ik wilde graag horen hoe de organisatie erover denkt. Goed dat u bij ons bent. Dank u wel. Wij gaan even door met de volgende vraag. Heb ik die nou hier? Juist. Even van de hak op de tak, maar het gaat allemaal over hetzelfde onderwerp. Het moet binnenkort mogelijk zijn om als agent een hoofddoek te dragen. A voor eens, B voor oneens. U begrijpt dat we alles wat u intikt bewaren. Dat wordt daarna in een database aan de... Nee. Kijk eens aan. Ei. Oké. Zo. Verklaar u nader, meneer Sitalsing. U bent verrast blijkbaar. Ja, zeker, omdat ik... ik denk als we dit 5 jaar geleden gedaan hadden, of 10 jaar geleden, dat het... Nou, dat de stand echt andersom zou zijn. Hij loopt nog, hè, dus niet te vroeg juichen. Maar zo te zien... Vindt u het positief? Dat vind ik een
positieve tendens, ja. Zeker. Mevrouw Huizer, we hadden hier op ditzelfde podium Erik Akerboom. Die werd geïnterviewd door Sarah Iziat, werkzaam in Rotterdam toen. Ja. Had een hoofddoek, was ambitieus, wilde hogerop, maar kwam door de hoofddoek niet verder dan de balie. De balie, waar je aangifte kan doen, die balie, dames en heren. Niet uit uniform. Ja, ja, ja. Ja. En Akerboom zei eigenlijk, ik parafraseer een tikje, gevaarlijk, maar ik doe het toch. Ik begrijp het. Hij gooide eigenlijk de deur niet massief dicht en zei eigenlijk, de maatschappelijke momentum, op dit moment de temperatuur van de samenleving, is niet zodanig dat we daar nu naar over kunnen gaan. We zijn een tijdje verder. Is het moment daar? Nou, kijk, als je... Nee, ik vraag het aan u. Nee, ja. Niet even... Kijk, ik wil er één ding wel bij zeggen. Want de vraag gaat niet zozeer eigenlijk over die hoofddoek. Het gaat eigenlijk over de neutraliteit die de politie wil uitstralen. En die is jarenlang, of eigenlijk van oudsher, altijd verbonden geweest aan het uniform. Dus dat is de reden. Het is zelfs ook gewoon neergelegd in regelgeving. En dat wij geen geloofsovertuigingen mogen dragen bij het uniform, omdat wij uiteindelijk gewoon neutraal in die samenleving moeten staan. Dat is ook echt het gesprek wat aangegaan moet worden. Nou is de vraag, moet nou de neutraliteit blijken uit dat uniform, of gaat het niet veel meer over het gedrag wat je laat zien in de uiterlijke vormen? Dus is die veel meer aan waarde verbonden? Mijn persoonlijke opvatting is dat het veel meer aan waarde verbonden moet zijn. Een van de redenen overigens ook dat we nu het onderwijs aan het hervormen zijn, aan het omvormen zijn. Dat is een drastische omvorming. En het wordt ook veel meer waarde gestuurd. Dit gesprek moet je hebben, dat op het moment dat het eenmaal verankerd is in je waarde, dan kan je ook die uiterlijke verschijningsvorm ook meer loslaten. Maar het is wel een gesprek wat wij niet alleen, zeg maar, als politie kunnen bepalen. Want er zijn natuurlijk al wat meerdere ook uitspraken over geweest. Hè? Ook over voormalig politiechef hier in Amsterdam die dat ook aangaf. Hè? Dus ik denk dat ook binnen de politie zelf, hè, hier best een grote groep zegt van, nou, we zouden dit ook wenselijk vinden. Maar het is een gesprek wat je wel samen in de samenleving ook aan moet gaan. Uiteindelijk ben je die politie voor iedereen. Bent u de voornemens om daar een actieve pro-rol in te spelen? Zeker, dat heb ik zelf eigenlijk al in de afgelopen jaren al steeds gedaan. Hè, maar nogmaals, het is echt een gesprek wat je samen aan moet gaan. Hè, want het is wel echt die politie voor iedereen. Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Hè, dat je die dialoog aan moet gaan. Nou ja, we hebben gezien wat er de vorige keer gebeurde. Dat was ook het moment waaraan u refereerde. Zeker, meneer Albersberg, die legde de keutel en de keutel werd al ingetrokken voordat we erover konden hebben. Ja, maar dat deed hij niet zelf. Nee. En dat deden wij ook niet zelf. Nee. Dus dat is denk ik wel belangrijk. Hè? Dus je ziet ook gewoon de politiek die er iets over heeft te zeggen. Wij geven steeds, hè, we hebben steeds aangegeven. En dat is ook daarom wat wij nu inzetten, is dat we dus veel meer gaan kijken naar die waardesturing. Hè, om daarmee een ander ankerpunt te vinden in het optreden waar het feitelijk over zou moeten gaan. Dus de identiteit van de politie, onze neutraliteit in hoe wij acteren, dat moet blijken uit ons gedrag en onze wijze van optreden. En dat moet minder verbonden zijn aan het uniform. En dan maak je dat gesprek los. Nou, en daar mag je mij elke dag voor wakker maken en op aanspreken of ik dat gesprek ook blijf voeren. En dat zal ik zeker doen. Is er iemand, want er waren een aantal substituanten mensen die zeiden nee. Die balk was ook duidelijk zichtbaar. Zou ik zien dat die mensen nu... Rogaja, kun je er eens eentje opsporen voor me? Even iemand... Eerst iemand zijn hand. We zitten in een open debat, dames en heren. Dus u mag u alles zeggen wat u wil. Een mevrouw die gaat onmiddellijk een stoel lager zitten nu. Die wilde niks meer. En wie bent mevrouw. Ja. Zegt u even wie u bent. Ja, nou ja, ik vind die neutraliteit wel heel belangrijk. Dus de neutraliteit die het uniform uitstraalt. Geen geloofsovertuigingen, dat vind ik voor nu wel een goed uitgangspunt eigenlijk. Ja. En nog iemand anders die hebben we aanvulling die ook nee zei? Ja? Oh, gaat hier een vinger? Ja. Rogaja, je komt naar u toe. Dag meneer, goedenavond. Wie bent u? Ik ben Peter Rolla. En wat doet u in het dagelijks leven? Dat u bij de politie werkt, zien we. Maar wat doet u daar? Ik ben sinds kort begonnen in de eenheidsleiding van Amsterdam. Okay. En ik vind ook die neutraliteit een heel belangrijk item. Omdat je ook... Kijk, ik zou het ook niet fijn vinden als een politieman op straat met een button van de PVV op gaat lopen. Dus ik heb echt zo dat ik zeg, trek één lijn. Probeer onafhankelijk in elk conflict te staan.
En hoofddoek kan ervaren worden als een uiting van je geloof. Ja. Is neutraliteit niet altijd een beetje een schijn? Want aan de andere kant heb je... Weet je ook of je hebt een man voor je staan of een vrouw? Een zwarte man, zwarte vrouw. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Maar je moet proberen... Kijk, om in een conflict die neutraliteit maximaal naar voren te laten brengen. En ik denk dat we nu, en dat is ook, het is ook een tijdsgegeven, en ik zie ook dat het opschuift, en dat is mooi dat de discussie er ook over is, maar ik denk dat het nu nog te veel conflicten zou oproepen. Goed, ja, nog eentje. Dag mevrouw, wie met u? Ik ben Soer Boumedien. Ik werk ook bij de Eenheid Amsterdam. Ik vind het eigenlijk een mooie vraag. En aan de andere kant denk ik van ja, we hebben al heel veel collega's die een hoofddoek dragen binnen de organisatie. En die doen al heel veel goed werk. Zeker, maar zijn wel gelimiteerd in de carrièrekansen? Ja, helaas wel. Er zijn zelfs mensen die het uniform verlaten omdat ze dan dus niet meer in uniform mogen. Omdat ze een uniform, omdat ze een hoofddoek dragen. Dat vind ik eigenlijk wel gemis. Want als je gaat kijken in de samenleving komen mensen tegen in de zorg, in het onderwijs, in de winkels. Het is gewoon, ja, wat tast dan precies die neutraliteit aan? Want het gaat eigenlijk over je houding ten opzichte van elkaar, denk ik. Goed. Het uniform is daar maar een instrumentje voor. Goed. Dames en heren, we gaan naar de laatste. Ik, niet dat ik twijfel aan dat u de andere vragen niet eerlijk heeft beantwoord, maar bij deze vind ik het extra belangrijk. En komt er misschien wel uit dat alle mensen die hier in de zaal zitten bij de politie werkzaam zijn. De stelling luidt. Wat is de grootste reden dat er nog altijd sprake is van discriminatie in het politiekorps? Dat is een multiple choice. En de antwoorden... Nee, die komen niet hier. Die ga ik u nu rustig voordragen. A. Het probleem wordt niet goed opgepakt door de korpsleiding. Gaat iemand even zitten hier naast me, geloof ik. B. Politieagenten zijn mensen en mensen discrimineren. C. Als je lang genoeg politiewerk doet, ga je vanzelf discrimineren. Denk aan bijvoorbeeld als je heel veel met krakers of met Polen of met zigeuners of in... Nou ja, dus dat doet iets met je waardoor dat vanzelf ontstaat. Of D. Er is geen sprake van discriminatie bij de politie. En dan moet je dus eigenlijk meer denken dat u zegt, er zijn wel incidenten. Maar op die manier, zoals we er nu over praten, is dat niet het geval. Dus A. De korpsleiding. B. Ja, toch net wel even een ander dingetje, hè? Maar ik loop er niet voor weg, hoor. Ik mag ook korpsleiding. Een hele nieuwe versie. Je generaliseert toch niet, hè? Ja, nee, oké. Okay. Nou, goed, de organisatie, waar dan de leiding wel weer toch hoofdverantwoordelijk voor is. Goed. De organisatie. Ja. Nou, we hebben in ieder geval van ontkenning is nul sprake. Laten we dat even mee beginnen. Juist. Nou, volgens mij hebben we... Kijk, we zitten inmiddels trouwens op 73 mensen, dus dat loopt lekker op al. Ja, mevrouw Huizen, mag ik even voordat we mensen in de zaal gaan vragen. Wat vindt u van dit staafdiagrammetje? Nou, in ieder geval helder. Hè? Dus dat men... In zijn algemeenheid zegt van het probleem moet echt beter worden opgepakt door de organisatie. Nou, daar sta ik ook gewoon voor, hè, dus dat is absoluut zo. Wat ik ook wel prettig vind is om te zien van ook even naar het menselijke deel te kijken. Ja, we zijn ook allemaal gewoon mensen, hè, en dat komt er ook wel naar voren. En dus dit gebeurt overal. Hè. Dus laten we elkaar ook niet voor de gek houden dat we zijn nu eenmaal mensen, dat wij nooit meer zullen discrimineren. Maar waar het wel om gaat, is het hè, daar waar het meer structureel plaatsvindt. Hè, of dat het echt leidt tot onveiligheid of hè, tot echt meer hè, zeg maar, racisme, et cetera. Dat mag je echt gewoon nooit laten bestaan. En daar moeten wij hè, als organisatie gewoon ook echt voor gaan staan. En dat helder oppakken. Ik ben ook blij dat gelukkig niet al te veel mensen zeggen dat als je lang genoeg werkt bij de politie, dat je dat dan vanzelf wel wordt. Maar ik ben wel benieuwd dan, als je denkt dat het zo is, hè, wat dat dan veroorzaakt hè, en wat je daar dan tegen zou kunnen doen. Mag ik iemand toch even vragen? Even dus van, als je lang genoeg bij de politie werkt, ga je vanzelf mensen discrimineren. Ja, helemaal bovenin. We beginnen met wie bent u en wat doet u? Ik ben René van der Werf en ik werk bij de politie in Noord-Holland.
Daarvoor, ik werk nu 30 jaar bij de politie. Ik heb een aantal jaren bij de recherche in Amsterdam-West mogen werken. Daar heb ik ook het voormalige toen nog tienerteam heb ik bij mogen draaien. En daar werd ik eigenlijk constant belast met Marokkaanse jeugd die alleen maar criminaliteit uitspookte. Daarvoor werkte ik wel in de wijken en had ik er eigenlijk minder last van. En ik merkte dat ik bij die recherche alleen maar met de boefjes te maken kreeg en een hele andere beeld ging krijgen van de Marokkaanse cultuur. En ik denk dat dat mij wel beïnvloed heeft in een soort... Ja, ik vond wat van die mensen en dat vond ik heel vervelend. En nou ja, voor mij was iedereen opeens crimineel vanuit de Marokkaanse gemeenschap. Nou, dat hebben mij tot ik een keer naar Marokko ben geweest. Dat is wel mijn omslag geweest, moet ik zeggen. Toen dacht ik, oh, er wonen heel andere mensen hier ook. En dat is voor mij de positieve draai geweest in het verhaal. Maar ik heb een periode gehad dat ik bij de politie werkte, dat ik eigenlijk, nou ja, van mezelf nu durf wel te zeggen, dat ik in een soort discriminerende rol zat naar deze groep toe. En was er ook in de politie dan een manier om dat... die gedachtes dan een beetje te veranderen? Nou, ik vond juist van niet, want ik merkte bij mij op de afdeling dat het eigenlijk bij iedereen wel een beetje speelde. En nou, dat, achteraf vind ik dat vervelend en dat het ook zo gelopen is. En ik kijk er nu anders naar dan toen. Maar ik denk wel dat dit meespeelt. En dat heeft met een stuk cultuur te maken, ook op de werkvloer. Maar ook waar je dagelijks mee beïnvloed wordt en eigenlijk niet goed op de hoogte bent van de cultuur waarmee je te maken krijgt. En dat stoom afblazen, was dat dan in het geval van uw team ook, dat er dan in negatieve bewoordingen over de Marokkaanse Nederlanders... Nou ja, toen waren we nog geen WhatsApp-groepen in die tijd, laat ik dat vooropstellen. Want het is al echt een aantal jaar geleden. Maar dan werd er onaardig gesproken, laat ik het zo maar even benoemen. En spraken jullie elkaar daarop aan? Nee, toen niet. Nee, dat was echt een cultuurding, waarbij we met een aantal mensen in die cultuur belanden met elkaar. En dan kom je er eigenlijk niet meer uit, totdat je eigenlijk geconfronteerd wordt. Nee, totdat je naar Marokko gaat. Nou ja, voor mij wel. En dat heeft voor mij echt, nou, dat heeft mijn beeld anders gemaakt. Dank u wel. Mag ik u beginnen even te zeggen dat ik u erkentelijk ben dat u dit hardop hier zegt? Want daar is deze avond voor bedoeld. Dat kan ook, maar ik wou vanuit mijn kant bij erkenning houden. Want mijn vermoeden is, mevrouw Huizer, ik ben blij dat deze meneer dit in deze heldere bewoording uitlegt. Want dan is de stap, want in zijn tijd was er nog geen appgroep, in ieder geval van die tijd. Maar als die er wel had bestaan, volgens mij had dat verhaal waar we het net over hadden, had toen ook kunnen ontstaan. En ik durf zelfs, en ik wil daar uw reactie op hebben, hier staat 8. Maar ik denk als je het heel veel mensen, agenten, collega's van u vraagt die op straat werken, dat dit eigenlijk het staafdiagrammetje de lucht in gaat. Ik denk dat het een groot belangrijk onderdeel is van het hardnekkige probleem waar jullie mee worstelen. Ja, maar Rogijn, hier zitten de twee mensen nog die ook willen reageren. Eerst wil ik tussendoor mevrouw Huis even horen. Ja. Nou, kijk, ik vind ook, nou, net reageer ik al, denk van, goh, nou, dit vind ik echt gewoon zo moedig, hè, omdat het ook aangeeft dat je je bewust bent, hè, van wat het werk in een bepaalde context ook gewoon met je doet op een bepaald moment. En ik denk dat dat gewoon heel eerlijk is en dat dit ook gewoon op meerdere plekken zeker ook gewoon voorkomt. En dit is tegelijkertijd ook de slag die wij als organisatie hebben te maken met elkaar. He, om te voorkomen dat collega's te lang gewoon in een eenzijdige setting, in een eenzijdige context komen te werken. Waardoor je op een gegeven moment denkt inderdaad dat alle Marokkanen boefjes zijn. Want dat zijn ze natuurlijk niet. En dan zou je niet naar Marokko hoeven te gaan om dat te ontdekken. Ja, maar ik ga toch even nog naar even terug. De eerste analyse toen ik u vroeg om te reflecteren op de staafdiagram zei dat u blij was dat hij klein was. 5 minuten later komen we ook tot de conclusie dat hij hier klein is, maar wellicht veel groter in de organisatie. Dan moeten we... Ja, maar ik zei het eigenlijk om een andere reden. Hè, van dat het dus een soort van vanzelfsprekendheid is dat dit gaat gebeuren. Dat je daarmee ook afglijdt. Dus zeker, kijk wat de collega vertelde. Hè, dit weten we ook al langer binnen de organisatie. En er zat wel een kleine hoop in van dat dit toch al wat vaker wordt onderkend. Hè, en dat we hier ook gewoon mee bezig zijn. En dat dan deze uiting er ook uitkomt. Maar ik denk zeker, hè, en terecht, dat het ook iets kan zijn dat het laag scoort, omdat ook nog niet iedereen zich daarover durft uit te spreken. En daar begint het wel mee. En daarom is het ook zo belangrijk dat we deze collega ook even die erkenning gewoon geven. Want het start allemaal met bewustwording. Hè? En dat je ook durft te reflecteren op je
eigen gedrag, dat je zelf ook bewust bent van, hé, wat gebeurt er met me? En dat je het niet telkens probeert goed te praten op, ja, maar die ander of en die laat gedrag zien waardoor ik zo ga reageren. Het lijkt me goed als we eerst Martin Sietalsing antwoord geven en dat we dan met Dwight meteen eigenlijk op het podium de reactie horen. Oh, zeker. Kijk, waar het ook om gaat is beroepsdeformatie. Ja. En wat we in een aantal vakgebieden goed herkennen, ik noem bijvoorbeeld de afdeling zeden, waar we de rechercheurs ellenlang ook naar beelden van kinderporno laten kijken, waarin er iets van beroepsdeformatie ontstaat, dat je dus rekening moet houden met teams waar er risico is ook op beroepsdeformatie, of je daarin niet in de professionele begeleiding of in de professionele reflectie van zo'n team daar extra aandacht aan besteedt. En dat zou bijvoorbeeld ook een optie kunnen zijn. Want het wordt natuurlijk op een gegeven moment ook ingewikkeld voor ons om mensen, zeg maar, te blijven rondsturen naar andere eenheden. Dus die mobiliteit is er één, die Lisbeth benoemd. Maar twee, dat bracht me eigenlijk op het idee van de collega die daar dat zei. Ja, op andere afdelingen hebben we oog voor beroepsdeformatie. En in reguliere teams hebben we dat misschien onvoldoende. Dus dat zou misschien wel een extra aandachtspunt voor ons kunnen zijn om dat mee te nemen en te onderzoeken wat we daarmee zouden kunnen. Heel goed, dank. Dat is meteen concreet waar we mee aan de slag gaan komen. Volgens mij, we zijn enorm uitgelopen, maar ik vond het zeer de moeite waard om dit allemaal met u door te nemen. Dames en heren, Lisbeth Huizer, geef een warm applaus. Dank u wel. Doe zo even. Rogaja, kom erbij. Ja. Ja, want u was het, geen spreekverbod, wil u naar het podium hebben, toch? Ja. 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 Als ik mijn papiertjes even opzoek, dan kan jij iedereen aankondigen. Maar, ja, nee, Dwight van de Vijver, die gaat het Dwight podium van op. Van de Vijver. Ja, en hier gaan we de andere vragen. Koen Simmers en Verda Jondemil. Jondemli. Ik zeg het weer niet goed. Zeg het nog één keer. Oh, er staat schrijversjournalist. Jon Demly. En ik hoor dat ik een schrijversjournalist ben. Dus ik ben benieuwd wat ik ga vertellen dan. Het spijt me ontzettend. Maar vandaag is een paar keer mijn computer gecrashed. En moest ik steeds weer opnieuw beginnen. En deze is er ingeslopen. Dus ik ben benieuwd wat andere mensen vanavond zullen zijn. Maar excuses. We doen allemaal nieuwe verplaatsingen. Hij gaat binnenkort op zeden werken. U wordt journalist. We doen allemaal enorm. Het moet zijn, misschien kunnen ze het bovenaan passen, ik weet het niet. Verda Jondemli is teamchef de Veluwe West. Teamchef Veluwe West. Koen Simmers is agent en ook bestuurslid van de Nationale Politiebond. En Dwight van der Vijver, je werkt op de communicatieafdeling als adviseur op dit moment. Presenteert ook nog eens en was voormalig wijkagent in Utrecht. En net wil jij eigenlijk heel... Iedereen mag een microfoon pakken trouwens. Je wilde net iets zeggen. Wat wilde je inbrengen? Ja, nou dat heeft te maken met dat ik dus wijkagent was in Utrecht, in Kanaleneiland. En 80% van mijn inwoners daar was van Marokkaanse komaf. En we hadden 17.000 inwoners in Kanaleneiland Noord. En wat de collega daar vertelde, vond ik ook heel eerlijk, dat zag ik ook om me heen gebeuren. En dan hadden we vervolgens het gesprek over het aantal inwoners, hè, 17.000. En als je kijkt naar de jongens waar we veel mee te maken hadden, dan was het eigenlijk nog geen 1% van de inwoners. Dus wat de collega in Marokko heeft gezien, dat konden we eigenlijk in Kanaleneiland ook al zien. Maar dat het gesprek gevoerd werd, dat was eigenlijk niet normaal. Dat werd niet opgepakt door de leiding. Daarom vond ik het ook een combinatie van C en A. En wat bedoel je eigenlijk precies met wat je om je heen zag? Was dat... Dat collega's dus eigenlijk... Wat ze zien, het gedrag dat ze zien bij een bepaalde groep, dat ze dat dan gebruiken om een hele groep eigenlijk weg te zetten als crimineel. En kon je elkaar daarop aanspreken? Ja, dat was eigenlijk het punt dat ik wilde maken. Dat soort gesprekken moet je eigenlijk ook aan de koffietafel kunnen voeren. En dan gaat het over hoe veilig is het. Ik vond ook dat de leiding ook verantwoordelijk is om dat gesprek te voeren. Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd, je moet mensen op een andere plek laten werken. Want ze zitten te lang op één plek. Maar volgens mij is dat niet heel professioneel. Volgens mij moet je gewoon goed om kunnen gaan met jouw doelgroep. En de mensen zien. Kon dat gesprek gevoerd worden bij de koffietafel? Nou, dat is dus het punt. Dat gesprek werd niet goed genoeg gevoerd. Ook niet vaak. Wat ik heel jammer vind. En als het gevoerd werd, dan werden er ook grappen gemaakt.
En we hebben net heel erg onschuldig gesproken over stoom afblazen. Maar dat gebeurde ook. En het resultaat was wel dat er ook collega's met Marokkaanse achtergrond weg zijn gegaan van ons team. Om die reden. En dat waren nou juist de collega's die het verschil maakten in de wijk. En dat is ook een van de redenen dat ik hier zit. Want ik vind dat het moet gaan over wat we voor die burger zijn. Wat voor politie zijn we voor die burger. Dus we hebben binnen veel werk te doen. En dat begint dus bij wat de collega vertelt. En hoe wij dat met z'n allen en vooral de leiding oppakken. Want als je wat minder onschuldig zou praten over stoom afblazen, wat is dat dan in de praktijk? Nou, je moet je afvragen, als je stoom afblaast en je kiest voor bepaalde woorden, dan zitten die al in je. Wat voor mens ben jij dat jij op die manier stoom afblaast? Dat vraag ik me ten eerste af. Wie halen wij binnen? Halen wij ook gewoon collega's binnen die niet de visie delen zoals die wordt uitgelegd in artikel 1? Want je hoort eigenlijk niet. Antwoord geven op die vraag? Nee, je hoort gewoon niet te discrimineren volgens mij als je een politieuniform draagt. Als je echt voor artikel 1 wil gaan staan. Dus als jij stoom afblaast op die manier, als je dat naast mij doet aan de koffietafel, vraag ik me af of jij wel thuis hoort bij de politie. Dus stoom afblazen, ja. Maar er zitten inderdaad grenzen aan. En ik vind echt dat je naar de persoon moet kijken die dat doet. Wat voor mens hebben we dan binnengehaald? Koen, je kijkt me aan van, geef mij de beurt. Ja, nou ja, we hebben bij de politie een hele harde cultuur. We maken harde grappen om te herstellen naar heftige meldingen. Daarmee relativeren we. Dat hoort erbij. Maar een recent voorbeeld, heb ik vorig jaar een blog over geschreven. Dat is ik zit met een aantal collega's in de werkkamer. Er komt een Marokkaanse collega of een collega met Marokkaanse roots binnen. Werkt al 20 jaar bij de politie. En die is zijn pasje vergeten. En die vraagt aan mij, Koen, mag je pasje verlenen? Dan kan ik even naar boven naar de kleedkamer. En dan maakt op dat moment maakt iemand de grap van, Koen, zou je dat wel doen? Want het is Marokkaan, die trekt al je spullen weg. Nou, iedereen lachen. En uiteindelijk die collega met tranen in zijn ogen moeten helpen. En hoe gaan we hier in godsnaam, gaan we dit weer oplossen? Want dit kan echt niet. Alleen, het is wel een grap die nog steeds dagelijks wordt gemaakt binnen de politie. En we moeten ons realiseren als agenten dat we daar collega's enorm mee kwetsen en de organisatie uitpesten. En hoe heb je dat toen opgelost? Nou, die collega's, het rare was, die zijn ook nog hartstikke goed bevriend. Die hebben het uiteindelijk samen opgelost. Alleen, dit soort grappen worden te vaak gemaakt in onze organisatie. En er zijn geen consequenties aan. En er wordt te weinig over gepraat. Wat gebeurt er als je daar een melding van zou maken? Ik voelde mij toen niet veilig om dat te doen. Nee, want wat beschrijft die onveiligheid dus? Ik merk binnen de organisatie dat de korpsleiding, de eenheidsleiding er allemaal open voor staan. Maar mensen, zeker niet alle basisteams zo, zeker niet alle afdelingen. Nee. Maar dat het zo'n gevoelig onderwerp is dat het ook de carrière van bijvoorbeeld een leidinggevende kan schaden. En waardoor het eigenlijk onder het tapijt wordt gemoffeld. Verder, wat is de laatste keer dat jij racistisch bent bejegend? Nou, ik wil daar wel zeker op reageren. Laten we vooropstellen, ik ben bij de politie gegaan en mijn driver zit inderdaad vooruit het vak. Hè. We doen het voor de burger buiten, we willen een veilige samenleving waarin ook mijn kinderen zo meteen in de toekomst een mooie omgeving kunnen leven en groot kunnen worden. En daar doe ik mijn bijdrage aan leveren. En ik doe het met name vanuit mijn functie als leidinggevende. En wat ik hier hoor, ja, deels herken ik wel. Maar anderzijds zie ik ook dat onze organisatie hele mooie stappen aan het maken is. Ook vanuit de leidinggevende rol. Om die veel meer trainingen te geven. Om te kijken, joh, hoe kunnen ze dus met de diversiteit in hun teams omgaan. Nou, die training heb ik niet nodig. Want aan mij kun je zien in ieder geval dat ik al een divers achtergrond heb. Maar die zet ik ook wel in het werk wat ik doe. Dus de laatste keer dat ik, dus om even terug te komen te vragen. Wanneer meld je dan de discriminatie? Ik ben absoluut tegen discriminatie, uitsluiting in een basisteam. En ik zal er ook alles aan doen vanuit mijn drijfveer als leidinggevende om dat ook bespreekbaar te maken. En als het ons dan ook overkomt dat het inderdaad plaatsvindt, dan voer ik het goede gesprek en probeer ik ook te achterhalen waarom die persoon nou op dat moment een bepaalde opmerking heeft gemaakt. Ik ga je onderbreken, ik kom zo bij je. Wat mij nou echt fascineert, we duiken zo'n avond in en we pakken steeds meer het beestje bij de kop. En we laten de relativering en de nuancering even los, omdat we het gewoon even over het ding willen hebben. En dan spreken hier twee collega's van je en je hebt toch de onbedwingbare behoefte om het toch een perspectief te plaatsen dat er ook goede dingen gebeuren en waarom je bij de politie werkt. Waarom hem niet bij de kop pakken? Nou, ik denk dat het met name te maken heeft met het feit dat het en-en is. Dat begrijp ik. En wat ik dus in die artikelen net voorbij zag komen, inderdaad vanuit het feit dat er inderdaad op een negatieve manier de politie op dit moment neergezet wordt. Dat doet ook wel wat met mij als persoon. Dus, maar ik ga je terughalen met mevrouw Huizer. Je moet met elkaar door de pijn heen. En dan is relativeren en nuanceren, hoe terecht ook, moeten we even, die staan de wandeling door de pijn heen in de weg.
Nou, ik wil die wandeling zeker maken. Maar ik wil ook wel bij de pijn stilstaan. Om ook te laten zien van wat we ook allemaal wel doen. En waarin ik me dus ook vanuit, hè, want inclusiviteit, diversiteit. Daar ben ik een wandelend voorbeeld bij binnen de organisatie. En dat maakt ook dat ik dus ook wel zie dat collega's soms worstelen in de praktijk. Met de hokje waarin ze dus geplaatst worden. En daar sta ik voor leidinggevend. Maar als leiding... jij bent, dat jij een wandelend voorbeeld bent, zonder je te kennen, neem ik per direct van je aan. Maar het wandelend voorbeeld heeft ook pijn. Pijn als ze anders bejegend wordt dan anderen. Ik heb pijn om te zien dat er inderdaad collega's zijn... Ik wil het over jou hebben. Jouw pijn van het wandelende voorbeeld. Nou, weet je, die heb ik ook. En die zal ik ook wel onderkennen. Doe en dat. En dat maakt in de organisatie soms ook wel lastig. Hè? Als je dus inderdaad... Maar waar ik daarin ook wel stil bij wil staan... is dat wij daarin wel aan het groeien zijn in de organisatie. Dus ik wil die pijn waar we 20 jaar geleden zijn begonnen... en waarin er misschien in mijn carrière, waar ik 20 jaar geleden bij de baas kwam... maakt dat het dus een onbekend fenomeen was... waarin dus inderdaad lastiger was om als een vrouw met een migratieachtergrond bij de politie te gaan. En daarin hebben we mooie stappen gemaakt... waarin ik me dus steeds meer ben thuis gaan voelen in de organisatie... Ja, en jij bent heel erg op zoek naar wat is dan die pijn en wat voel je dan in die pijn. Mm-hmm. Is dat ik ook die worsteling van de organisatie voel om nog steeds een diverse organisatie te worden. En mensen die met een divers achtergrond binnen de organisatie te houden. En pijn voel ik ook. Binnen de organisatie houden is één ding. En ik ben ook heel nieuwsgierig op welke manier wordt je culturele achtergrond ingezet als je eenmaal binnen die organisatie bent. Gevraagd en ongevraagd, hè? Want ik heb daarin ook wel de behoefte om daarin wel bij te dragen in de ontwikkeling. En als je kijkt naar, ik weet niet of jullie daar de weet van hebben, is dat er een Anne Frank politieteam is, waarin teamchefs landelijk actief zijn om exclusiviteit en inclusiviteit binnen de organisatie vorm te gaan geven. En het zijn teamchefs die ingezet worden om van elkaar te leren en elkaar te versterken, waarin je dus niet in een eenzame pad gaat bewandelen, dat je dus daarin niet alleen bent. En dat is ook een van de onderzoeken die gebleken is, wat Sania in het verleden heeft gedaan. Is dat er dus ook veel meer inderdaad de krachten worden gebundeld. En waarin dus mensen bij elkaar worden gebracht vanuit de rol als teamchef en ingezet worden. En maar gevraagd specifiek, en ongevraagd. Wat kan je toevoegen, je culturele achtergrond, in het politiewerk? Wat is een voorbeeld daarvan? Nou, een van de voorbeelden die ik zelf ook wel heb genoemd is in het verleden toen ik nog op straat werkte. Waarin je dus bij een melding komt waar op dat moment heel veel paniek in de tent is. Waarin mensen dus inderdaad anders met elkaar omgaan. En ik de situatie zodanig kon inschatten. Wat dus ook inderdaad een groep was met een migratieachtergrond die ik ook zelf had. En daar het gesprek makkelijker aan kon gaan omdat ze dus omdat ik dezelfde taal sprak. Ja, weet je, en dat werkt gewoon heel erg positief. Denk je als jij een... Wat niet ondenkbaar is, is dat jij een promotie direct gaat maken. Hoeveel van je collega's zullen zeggen, ja, dat is je voordeel met zo'n achtergrond. Tuurlijk, positieve discriminatie. Met andere woorden, dat ze je eigenlijk niet kwalificeren op je kwaliteiten, maar denken, ja, daar gaat ze. Nou, ik denk dat het ongetwijfeld gebeurt en dat die ervaring heb ik ook. Hè, waarin je dus inderdaad in basisteam komt en dat er dan wordt gezegd van ja... Dat zal te maken hebben met het feit dat ze een divers achtergrond heeft. Maar die collega's die komen er ook wel op terug dat ik ook nog inhoud heb. En dat ik ook een politievrouw ben in hart en nieren. Dus aan mij de overtuiging om hun daarin mee te nemen. Dat het dus niet alleen de uiterlijke vertoning is. En dat ik daarop geselecteerd ben. Maar ook de inhoud die ze meekrijgen. Mooi. Kom bij jou uit, politiebond. We hebben het nog helemaal niet gehad over wat de Black Lives Matter situatie heeft meegebracht. De eerste dag nadat de lockdown... voorbij was, de maandag, Museumplein of... Zondag. Was het een zondag? Ik dacht op een maandag. Was ook niet Museumplein, maar was nee, de Dam? Nee, het was het Paleis op de Dam, daar bij de Dam. Het was trouwens wel op een maandag, weet ik trouwens zeker. Loopt helemaal was vol. Maandag, en we zijn tweede zondag was Pasen. Goed. We zijn verder. Wat doet dat binnen het korps met de politie? Wat heeft het gedaan? Of wat doet het? Het doet veel met de politie, veel met agenten. Ook met mijzelf, in mijn optreden op straat merk ik. Ook bij mijn collega's. Wat doen we dan met optreden op de straat? Nou, dit weekend nog had ik een meneer met een donkere huidskleur. En die was super vervelend. En normaal gesproken had ik hem al een tik verkocht. En toch gaat het dan... Ja, met mijn wapenstok. En ja, dat was gerechtvaardigd in dit geval. Maar ja, hoort bij jongens bij politiewerk. U hoort de nuancering in dit geval, hè, natuurlijk. Maar in mijn hoofd gaat toch rond van... Ja, er was iemand aan het filmen. En direct sla ik met een blanke man, een donkere man. En dan krijgen we dat weer. En daar denk je wel serieus over na. En het is maar een seconde, soms twee secondes. Maar ik merk, en ik hoor ook bij mijn collega's, dat ze daar last van hebben.
En wat in Amerika is gebeurd is vreselijk. En in Nederland gebeuren ook dingen die niet kunnen. Zal ik ook gewoon eerlijk zeggen. Alleen het is niet zo erg als daar. En dat zorgt wel voor veel commotie binnen de politie. U luistert daarnaar? Ik hoor je een beetje zuchten. Ik zie het juist als een enorme kans. Ik ben juist blij als collega's voorzichtig zijn. En dat zouden ze voor iedereen moeten zijn. Als je geweld gebruikt, moet je altijd nadenken natuurlijk. En het gaat soms inderdaad in een split second. Maar juist omdat we nu collectief kunnen nadenken, want we kunnen ons hierop voorbereiden, want er is van alles en nog wat aan de gang, is het juist een kans om na te denken hoe wij dat doen. Want ik heb ook in heel veel situaties gestaan dat ik geen geweld gebruikte. En andere collega's zeiden, dat moeten we wel doen. En dan gaat het niet over blank of zwart of wat dan ook. Ik ben ook wel eens woonwagenkampen opgegaan. Dan nam ik gewoon een student mee. En dan zei ik tegen Pietje, hey, ik moet je zoon hebben. Terwijl andere collega's zeiden, nee, we moeten gewoon met z'n allen dat kamp op. En Pietje gewoon uit die caravan trekken. Dan zei ik, ja, is het wel nodig? Moeten we wel geweld gebruiken? Dus ik vind het gewoon een kans om na te denken. Zo zie ik het. Ik wil eigenlijk nog even terug. Want op dit moment zijn er mensen... met niet-westerse migratieachtergrond, die is heel belangrijk dat die denk ik worden aangetrokken bij de politie, maar die stromen dus ook wat sneller zeg maar de organisatie ook weer uit. Hoe was het voor jou om politieagent te worden? Het voorbeeld wat we van dieners hebben gezien, wat Lisbeth aandroeg, dat heb ik zelf ook meegemaakt. En het raakte me net ook toen ik het zag. Ik vond het heel erg, omdat ik dat gesprek heb gevoerd met drie inspecteurs. Ik had zelf één streep. En twee vrienden van mij die hadden graffiti gespoten op een tram. En dat vonden zij aanleiding om te zeggen dat ik niet geschikt was voor de politie. Want ik paste er niet bij, want ik ging met criminelen om. En dat waren trouwens oer-Hollandse hbo-studerende jongens die op die tram hadden gespoten. Maar goed, mijn ontslag wilden ze aanzeggen. En ik begreep er niks van, dus ik dacht, ik ga zelf maar weg. Tijdens de opleiding, zei je? Tijdens de opleiding. Ik had één streep en ik was student. En toen heeft mijn vader mij bijgestaan. En mijn trajectbegeleider wist niet dat mijn vader als jurist voor de burgemeester werkte. Dus toen hij daarachter kwam, heeft hij zijn keutel ingetrokken. Maar wat ik heel erg vind, is dat ik heel veel studenten heb gezien die op mij lijken, die niet een vader hebben die ze juridisch bij kon staan. En drie daarvan heb ik, toen ik dus in Utrecht werkte, allemaal weg zien gaan onder één trajectbegeleider, heb ik aangekaart bij mijn teamchef. Die vond het heel heftig. Sectorhoofd kwam erbij. Die had tranen in zijn ogen toen hij de verhalen hoorde van die jongens. We gingen naar de eenheidsleiding. Er kwam een onderzoek. En uiteindelijk hebben de jongens niet eens een terugkoppeling gehad. En ik stelde ook vragen, wat voor onderzoek was dat dan? Wie heeft dat uitgevoerd? En het was zo vaag. Dus daarom, je komt met iets. Je komt met concrete gevallen. En dan zie je dus dat dit ermee gebeurt. Of dat er eigenlijk weinig mee is gebeurd. Dus ik ben bij de politie gekomen echt, omdat het mijn passie is en het is, ik vind het mooi. Ik kwam een boeven te vangen, maar ik zag dat ik mensen kon helpen. Dus ik hou echt van het vak. Ik ben wel een aantal keren teleurgesteld geweest in de organisatie. Ik ben twee keer dus zelf bijna weggegaan bij de politie. En nu worstel ik ook mee. Wat waren het moment dat je bijna wegging? Dat was het eerste moment dat ik bijna wegging. En laatst eigenlijk. Want ik word best wel vaak gevraagd om ergens een praatje te houden. En ook op de radio, zo ook bij Phonics. En dan vertel je wat je meemaakt, want ze stellen daar gewoon vragen over. En ik zit daar heel vaak ook om de politie te promoten, want ik wil ook mensen aantrekken en ook mensen uit met een andere culturele achtergrond. Maar tegelijkertijd vragen ze ook, maar hoe is dat dan als je bij de politie komt en wat maak je mee? Wordt er ook gediscrimineerd? En dan moet ik wel eerlijk zijn. Want natuurlijk maken we mooie stappen en dat zeggen we ook heel vaak. Als we het hierover hebben, gaan we ook heel vaak vertellen wat er allemaal goed gaat, waar ik ook een beetje moe van word. We zetten wel stappen in de goede richting. Maar ik spreek ook collega's die hier al 30 jaar mee worstelen. En kijk, mijn kinderen zijn 6, 5 en 3. Maar ik ben er niet gerust op dat als zij 18 zijn, dat het dan in één keer wel goed gaat. Snap je? Ja. En eigenlijk lijkt het erop, als ik je zo zie, ook in de media, dat je ook een beetje naar voren wordt geschoven als een token. Posterboy noemen ze mij ja. ook wel eens. Ja. Hoe is dat voor jou? Nou, ik doe het best goed op posters. Maar dat is dus wat ik net zei. Dat is heel erg dubbel. Ik zit dan ergens en dan wil ik ook dat er mensen naar de politie toekomen, want het is een prachtig vak. Maar ik heb ook een neefje, die wilde bij de politie, maar die is in Amsterdam keihard tegen de grond gewerkt toen hij rende voor de metro. En door wie is hij? Door collega's is hij tegen de grond gewerkt. En ze zeiden, ja, je leek op iemand en die heeft niet eens excuses gehad. En toen zei hij, ik wil niet meer bij de politie. En dan denk ik, dat gaat ook door mijn hoofd als ik ergens zit en ik moet de politie promoten. Dat gaat dan ook door mijn hoofd, van mijn eigen neefje lag op de grond met een tand door zijn lip. En hij krijgt niet eens sorry. Snap je? Koen, heb je zelf wel eens gehad dat je iemand aanhield en dat je achteraf dacht van, misschien was dat toch om
mijn vooroordelen. Door mijn vooroordelen dat ik die persoon aanhield of aansprak. Dat is lastig. Wel personen aangehouden die inderdaad het niet waren. Maar dat je door hele snelle beslissingen iemand moet aanhouden. Dan blijkt je de verkeerde te hebben. Maar dat is niet gebaseerd op... Heb je wel eens iemand etnisch geprofileerd eigenlijk? Ja. Maar niet in de trant van hij heeft een dikke auto, dat kan hij nooit betalen. Maar meer van... Er zijn veel woninginbraken in een bepaalde wijk. Een hele dure auto rijdt 's nachts weg bij een huis. Je weet dat daar mevrouw Jansen woont en er zit een Marokkaans uitziende jongen achter het stuur. Dan is dat voor mij een reden om die auto te controleren. Want ik weet dat daar heel veel auto-inbraken of autodiefstal op dat moment zijn. Door Marokkaanse Nederlanders? Ja, dan heb je wel die informatie natuurlijk dat er een Marokkaanse autobende actief is, zeg maar. Ik werk 11 jaar bij de politie. Ik kom uit een tijd waarin het nog normaal was om NATO's te zeggen. Ik weet niet of de meesten zullen de afkorting wel kennen. Als een donkere man gezocht werd, dan zei je gewoon over de portefeuille neger. Dat is 10 jaar geleden. Dat is niet eens zo heel lang. Dus we moeten echt wel van ver komen, zeg maar. Die collega's die dat deden, die werken ook nog steeds bij de politie. En als je dan op jezelf betrekt... Zijn er dan momenten geweest dat je dacht van, dat heb ik toen verkeerd gedaan? Ja, als student, als aspirant, kwam ik in een wereld waar dat normaal was. Dus deed ik daar gewoon mee. Alleen dat was wel na 2 jaar wel van, waar ben ik mee bezig? En daar gaan we niet meer doen. Leg even dan dat normaal uit. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, je komt in als aspirant op een basisteam met collega's die al soms 40 jaar het werk doen. En je komt in een hele hechte blauwe familie terecht. Super, super leuk, maar je neemt ook het gebruik en doen en laten over. Je leert van hun wat het straatwerk inhoudt. Dus ook die humor en ook die heftige zwarte grappen. Toch lijkt het me ook ingewikkeld. Kijk jou nu even aan. Wat me ingewikkeld lijkt is, kijk, als je zegt, god, we willen criminelen van de weg halen. Ja, ik moet eerst zeggen, iemand tussen de 20 en de 30 jaar oud die in een auto van een ton of meer rijdt, ja... zal ongetwijfeld één verdwaalde internetmiljonair tussen zitten. Maar over het algemeen, toch? Grotere kans dat je iemand pakt waar het je mis is. En wat is je vraag precies dan? De vraag is even hoe ingewikkeld het is. Want er ontstaat steeds vaker wantrouwen. We hebben het gedoe met de Belastingdienst hebben gehad. En als het nu een discussie in de Amsterdamse gemeenteraad gevoerd wordt... over preventief fouilleren... dan hoor je eigenlijk in de lokale politiek, maar ook in het Parool door... dat jullie eigenlijk als organisatie niet vertrouwd worden... daar integer mee om te gaan. Dat is eigenlijk het punt. Nou ja, ik hoor nu net ook even de reactie vanuit de zaal, ook vanuit sprekers naast mij. Die dus aangeven van, ja weet je, de positiviteit die ik daarin wil brengen en de kantelmoment. Kijk, wat Lisbeth ook aangaf, we moeten door die pijn heen. En dat doen we ook nog steeds. Maar dat neemt niet weg dat we daarin nog wel kunnen gaan kijken. Van, vanuit welke vak en vanuit de inhoud en hoe wij dus ons vak uitoefenen. En wat we daarvoor nodig hebben. En als het dan blijkt inderdaad dat daarin vanuit de politiek beïnvloed wordt. In het feit dat wij niet integer zouden zijn. Kan ik me niet voorstellen dat er politiemensen zijn die 's morgens opstaan en die naar hun werk gaan. En zeggen ik ga vandaag bewust niet integer zijn. Nee. Ik denk dat de politiemensen niet daarvoor kiezen. Dat wil niet zeggen dat we nog steeds het risico hebben dat mensen onbewust toch... Maar ik denk dat er wel politiemensen zijn die dus inderdaad vanuit hun vak hun werk doen. En dat er dus situaties zijn wat benoembaar is. Waarin keuzes worden gemaakt die achteraf voor uitleg vatbaar zijn. En ik denk dat dat inderdaad wel met name voor de politiemensen op straat... soms wel het dilemma is wat ze lastig maakt om het werk gewoon goed te blijven doen. Maar als we dan concreet maken, dan precies het voorbeeld wat Koen net noemde... met een bepaalde wijk waar dus inbraken worden gedaan door Marokkaanse Nederlanders... Dat is etnisch profileren. Dan heb je dus de informatie waaruit blijkt... dus dat er dus in die wijk een bepaalde groep actief is. En als er een collega dan een bestuurder met een Marokkaanse achtergrond controleert... dan hoeft dat niet per definitie dus etnisch profileren zijn. Maar als die collega uitlegt wat de reden is... Het is toch etnisch profileren wanneer er iemand er wordt uitgepikt door zijn etniciteit... Misschien kan ook een antwoord zijn dat het niet altijd... Nu was een combinatie met omstandigheden in die wijk. Maar ik vind het een beetje apart dat we hier praten over een definitie van etnisch profileren. Of gebeurt het nou wel? Dat weten we toch allemaal al. Dat hebben we in 2016 hebben we dat tot in den treuren uitgeplozen. Op verzoek van de politie heeft Wouter Landman een onderzoek gedaan. Sinan Chankaya heeft een onderzoek gedaan. Die wordt er ook moe van dat hij steeds met dezelfde aanbevelingen komt waar niks mee gebeurt. Dit is gewoon een gebrek aan leiderschap. We weten dat het gebeurt. We kunnen er iets tegen doen. Want etnisch profileren mensen is eigenlijk... proactief controleren met een heel groot net. Je gaat met een groot net vissen. Je wilt tonijn vangen. Je hebt er 2. Maar er zitten 100 andere vissen in je net. Die daar niks aan kunnen doen. Dan ga dan efficiënter om met je tijd.
Want we zouden veel belangrijkere dingen kunnen doen in de wijken. We hebben al minder wijkagenten te besteden, omdat er van alles nog wat moet gebeuren. Dus ga efficiënter werken. We zijn heel hard mensen aan het controleren die we eigenlijk helemaal niet moeten hebben. En we zijn echt wel intelligent genoeg om wat anders te bedenken. En neem alvast een beetje een voorsprongetje op het gesprek hierna. Maar wat is een manier die beter zou werken? Ik bedoel, hoe zorgen we ervoor dat het niet, zeg maar, we mochten niet in clichés praten, maar het begint toch wel echt bij die bewustwording. Ja. Nee, maar dat is zo. Maar ken je wijk? Ik vind het ook heel bijzonder als je in een wijk werkt en 10 keer dezelfde jongen gaat controleren, maar je werkt daar 2 jaar en die jongen woont daar. Dan weet je toch gewoon wie het is? Dat weet je al. Dus als je hem dan gaat vragen om zijn rijbewijs, is dat in principe raar. Dan denk ik, als jij echt heel betrokken bent bij die wijk en je staat er met beide benen in en je doet gewoon je politiewerk goed, dan ken jij je wijk goed. Koen, Dwight zegt natuurlijk eigenlijk, heel strak zegt hij, als we hiermee doorgaan is het gewoon niet zozeer dat het onderbewust gebeurt, maar dan kijken we gewoon weg en dan spreekt hij eigenlijk het meest direct de leiding op aan. Ja, nou, ik kan me goed vinden wat Dwight zegt en ik zie ook wel eens collega's die iemand om een identiteitsbewijs vragen terwijl we hem al 100 keer hebben gecontroleerd, dus we weten wie het is, dus waarom vraag je het dan in godsnaam? Wat is daar dan de motivatie van? Ja, dat is het zit ook een beetje in onze cultuur. Het is een start van een onderzoek. Dus je kijkt of iemand iets bij heeft. En zo niet, dan kun je door naar andere bevoegdheden. En het zit in onze hoofd. Je spreekt iemand aan, identiteitsbewijs. Dat moet er op de een of andere manier uit. Je kunt ook contact maken met mensen door gewoon een praatje met ze te maken. En dan komt er ook misschien al iets naar boven waar je verder mee kunt. En ik denk dat we moeten kijken naar zomaar een auto aan de kant zetten. Ja, dat doe ik al niet meer. Er moet echt een gedraging zijn geweest. Die rijdt door rood. Of ik heb een kenteken nagetrokken, want tegenwoordig hebben we allemaal computers in de auto's, onze eigen telefoons. En dan weet je al, die is in gebruik bij een criminele groep, of bij een inbreker, of bij een drugsdealer. En dan heb je allemaal plusjes om die auto aan de kant te zetten. En sterker nog, volgens mij kun je gewoon iets in die app die wij gebruiken, een vinkje aanzetten waarom je hem aan de kant hebt gezet. Dan is alles eigenlijk ook al waterdicht. Dus misschien moeten we ook meer gebruik gaan maken van de systemen die we hebben. Maar je bent dus eigenlijk met elkaar, ben je bewust van het feit dat je het vaak onbewust doet. Ja. Dan moet je eigenlijk bewust dus ook een besluit nemen ermee op te houden. Dus misschien dat klinkt zo simpel, maar het is heel moeilijk. Nee, het is te makkelijk. Kijk, kan ook zeggen dat het veel te flauw is. Maar... Zij vroeg net van, wat zou dan wel een goed idee zijn? Kijk, ik wil ook wel wat positiefs zeggen natuurlijk. Maar toen ik in Utrecht werkte, toen hadden we een districtchef, Johan van Renswoude, en nog ver voordat tyfoon was staande gehouden, ging hij langs alle bureaus in de stad om gewoon te praten met de mensen. Weet jij nog waarom je iemand eigenlijk aan de kant zet? Dat is toch bijzonder, hè? Want het was nog helemaal geen nieuws. Het stond niet in de krant, het was niet op social media. Dat was wel gewoon een betrokken leider die gewoon langs de bureaus ging. Niet aangekondigd. En dan zei hij gewoon, nou, wie er nu is, kom even naar de kantine, want ik wil het erover hebben. Kijk, dat vind ik mooi. Dat is leiderschap. Dan pak je het gewoon bij de bron. Dat zouden meer politiechefs misschien kunnen doen. Verder? Nou, ik heb net ook inderdaad in het sentiment gezien van dat leiderschap heel groot stond. Toen had ik wel even een brok in mijn keel dat ik dacht, oké, dus dat heeft het dus te maken. Nou, weet je, ik ben het wel eens, hè, dat een veilig werkklimaat waarin dus de collega's zowel intern als buiten zichzelf kunnen zijn, begint ook bij leiderschap, maar begint ook bij de collega zelf. Hè, wat gaat die collega zelf in de samenleving doen? Wat gaat de collega zelf, op welke manier gaat hij zijn werk invullen in de wijken? Dus dat begint dus inderdaad ook bij de collega. Dus ik voel er ook niet zoveel voor om alleen maar naar de leiding te gaan kijken. Ja, en te zeggen van de oplossing ligt bij Verda. Of in ieder geval in de collega's of in de leidinglaag. Maar ik vind ook dat het bij de collega's zelf begint. Dus als een collega al weet dat die jongen in de wijk woont. En naam en toenaam en de samenstelling van een gezin. Dan nodigt dat niet uit om nog een keer te gaan controleren. Dus die bewustwording, hè, om daar het gesprek over te gaan voeren, waarom we de dingen doen die we nu doen, en of we daar verandering in kunnen gaan brengen, en wat we daarvoor nodig hebben, dat is wel het gesprek wat ik graag zou willen voeren. Maar wat zijn van jouw mensen dat dan wel doet? Die controleert steeds die jongen, dan komt de klacht uit de wijk, of klacht van collega's, van ik wil niet meer met hem op de auto, want hij is steeds mensen aan de kant aan het zetten, aan het pesten. Ik heb ze meegemaakt, hè, die collega's. Altijd scooters in beslag nemen van dezelfde jongens voor technisch onderzoek, zomaar. En dan komt het bij jou terecht. Wat is nou dat goede gesprek dat je gaat voeren? Want er wordt steeds gezegd, het goede gesprek. Ik ben wel benieuwd. Nou ja, ik kan daar wel een voorbeeld geven. Is een tijd geleden, natuurlijk nog niet zo lang geleden, was Black Lives Matter. Hè. Daarin zag je dus ook al een verdeeldheid in de basisteams en onder de collega's. Waar je dus zag dus dat de ene persoon die wel geknield in zijn uniform daar stond. Als je daar eigenlijk niet in meedeed, dan was je per definitie al racist. Omdat je daar dus niet een...
meedeed in de hele demonstratie. Dus dat gaf wel hele sentimenten binnen een basisteam. Wat wij toen hebben gedaan is, alle krantenartikelen die er waren, die actueel waren, daar hebben wij aangesloten bij de lunchtafel. En daar hebben we met collega's gesprek gevoerd over, wat houdt jou nou bezig? Niet zozeer in de oordeel van, joh, hey, wat is nou goed of fout? Maar we hebben het gesprek gevoerd door te vragen van, joh, wat houdt je nou bezig? Ben jij nu nog steeds in staat om alle sentimenten die nu in de samenleving leven, om je werk goed te kunnen doen. Heel even. Hij stelt je collega's nog een concreet vraag. Je zegt, we een gesprek voeren, niet een gesprek over goed en fout. Ja, maar dat is nou juist het punt wat wel moet besproken worden. Om daar vanuit die artikelen inderdaad uit de oordeel te blijven, waarin je dus het goede gesprek voert van, hey, wat doet dat met jou als politieman? Hè? Want ik wil eerst gaan verkennen als leidinggevende, wat doet het met jou als politieman? Als je ziet dat daar een oordeel uitkomt, waarin je dus inderdaad gediscrimineerd wordt bij de eerste controle die dan plaatsvindt. En als er inderdaad collega's komen die zeggen, ja, ik heb iedere keer dezelfde scooter aan de kant gezet. En dat doe ik met een bewuste reden, want het is een Marokkaan of het is iemand met een etnische achtergrond. En daarom doe ik het. Dan is er voor mij in mijn team voor zo'n persoon geen ruimte. Nee. Ze blijven collega's, heb ik het idee. Ik denk dat we jullie heel erg hartelijk willen bedanken. Dwight van de Vijver, Koen Simmers en Vera Jon Demley. Dank jullie alle drie. Dankjewel voor de openhartigheid. En dat we dan nu, maar volgens mij zit hij in een andere kamer. Oh nee, hij zit hier. Oké. Ja, jullie mogen weer zitten. Als jullie het podium willen afgaan, dank jullie wel. Ja, nee, sorry. Hup, mijn kantoor uit. Allihop. Ja. Ja, dank jullie wel. Kom erbij. Bas Beuing naar voren roepen. Want dan hebben we het ook eventjes kort over een mogelijke oplossing. Je hebt een virtual reality ontwikkeld. En jammer genoeg kunnen we die experience hier niet doen. Maar kan je misschien even uitleggen, want dan gaan we zo naar een filmpje kijken van mensen die dat wel doen. Wat er precies te zien is in die bril? Wat te zien is in de bril? We zijn begonnen vanuit een probleem. En dat probleem dat is hier al geschetst. Het is ook veelzijdig. Het probleem is deels wat Dwight al aangaf, is dat mensen bewust zijn dat het gebeurt, maar dat er niet over wordt gesproken. Of niet op de juiste manier over wordt gesproken. En het is misschien ook even goed om te noemen dat jij ook lang politieagent bent geweest en op dit moment eigenlijk onderzoeker en ook veel onderzoek hebt gedaan etnisch profileren bij de politie. En ik ben ook niet heilig, ik heb ook etnisch geprofileerd, dus ik kan uit ervaring spreken. En die ervaring die neem ik nu ook mee in het bouwen van die simulatie die we gebouwd hebben. Wat die simulatie doet, nog eventjes vertrekken vanuit het probleem. En dat is wel handig om dat dan beter te begrijpen, is deels dat er weinig wordt gereflecteerd en over het probleem wordt gesproken op de werkvloer, maar ook omdat er collega's rondlopen die onbewust dit soort dingen doen. Dus soms is eigenlijk begint het met die bewustwording en mensen. Heb je het gevoel dat mensen er in ieder geval bewust van zijn dat ze onbewust die dingen doen? Die heb je ook. Je hebt ook een categorie die bewust etnisch profileert. Dus weet dat hetgeen wat ze doen, dat het niet kan. Maar daar vanuit een bepaalde overtuiging dat wel vanuit een hoger doel wat ze dan hebben misschien. Overigens wel nog wel vanuit de beste intenties, maar daar kun je over debatteren wat dan de juiste intenties zijn. Maar goed, om aan te geven, er zijn heel veel verschillende groepen. Dus laten we die vooral niet nu bespreken. Waar ik mij vanuit deze simulatie op heb gericht, is het brede publiek vooral. Dus vooral het bespreekbaar maken en het zichtbaar maken van blinde vlekken. Dus het is in die zin ook een unconscious bias training, zoals het heet. En wat zien we in de simulatie? In de simulatie sta je in een omgeving. Dit is een eerste filmpje. We gaan er nu nog meer maken omdat het aanslaat. Sta je in een omgeving en daar gebeuren verschillende dingen. En als deelnemer heb jij, het is heel interactief, dus jij bent in staat om zelf keuzes te maken. Dus jij gaat zelf over wie jij aanspreekt. En de bedoeling is dat jij iemand aanspreekt vanuit je vakmanschap die ook, waar ook een aanleiding voor is. En dan vervolgens, als je eenmaal die selectie hebt gemaakt, dan ga je het gesprek aan. En dan kun je daar vervolgens ook weer keuzes in maken. Dus kunnen we zo meteen even kijken naar de reacties van mensen die het dus hebben gedaan. Maar ik denk dat het ook goed is om te noemen dat je staat dus voor station Sloterdijk. In dit geval sta je voor Sloterdijk. Er zijn allemaal mensen natuurlijk, want het is een station. Ja. Er staat bij de ingang staat een groepje jongens die uitzien of ze van Marokkaanse afkomst zijn. En er staat wat... er staat ook ergens, is er een man aan het rondlopen die allemaal mensen aan het aanspreken is. Ja. Dat is volgens mij wat je ziet. En dan
kunnen we zo meteen verder praten, maar misschien even goed om dan te beginnen met het filmpje van de mensen die dat dan hebben gedaan. Surveillance bij een NS-station vermoed ik, tenminste bij een station. Er staan een groep jongeren die staan daar lol te maken. Bro, leg even uit wat er is gebeurd dan. Voor mij geen dat ze daar strafbare feiten aan het doen waren. Als je die jongens zou vragen, hebben die het gevoel dat het een fijne ervaring met de politie was? Waarom moet je ons weer aanspreken? Kijk hoeveel mensen er rondlopen. Ik denk dat de jongeren nu met een beetje uitleg erbij dat de voorbijganger dat hinderlijk zou kunnen vinden. Dat de jongeren hier vrede mee hebben. Er kwam wel een groep jongens langs gelopen. Ja. Er zat een jongen op een bankje. Dat hebben we ook niet eens gezien. En oh jeetje. Maar ja, ik zie die jongens daar staan. En ja, daar ben ik naartoe gelopen. In de dijk staan heel veel van dat soort groepjes. Ja. Had zelf het idee nadat ik klaar was van dat ging super. Toen ging ik denken van wat heb ik gedaan? Ik heb natuurlijk die groep. Dus, ben ik nou ook aan het etnisch profileren? En vervolgens komt mijn collega iets vertellen wat zij gedaan heeft en dat zij nou net niet die groep heeft aangesproken. Goedendag heer, politie. Ik zie dat u hier verschillende mensen aanspreekt. Wat vraagt u die mensen? Ik vraag hem gewoon de weg. Ik ben niet echt overtuigd van zijn verhaal. Jij wel? We zagen net dat de meeste mensen van dit filmpje, nou, waren er drie, dus dat is een kleine steekproef, maar op die jongens bij de ingang waren gestapt. Was het ook een beetje representatief voor de mensen die experience hebben gedaan? Nee. Nee, daar kan ik dan wel heel duidelijk over zijn. Wat ik nu wel, zie, dat zagen we in dat korte onderzoekje ook, die we op die dag hadden gedaan, waar we ook mensen hebben geïnterviewd, is dat gelukkig, ja. En deels aangevuld met mensen die meer in burger werken. Wat we zien is gelukkig, dat is weer enigszins geruststellend, dat de meeste agenten wel het afwijkende gedrag wisten te signaleren. En soms dan probeer ik deze simulatie uit, ook op jongeren. He, dus wij gaan ook vanuit Amsterdam regelmatig in gesprek met jongeren die niet per se een goede ervaring met de politie hebben. En die laat ik het ook doen. En dan zie je dus dat die groep dat minder goed in staat is om dat afwijkende gedrag te zien. Dus dat is ook heel logisch, want daar ben je getraind. Maar je ziet wel dat er een groep is die door ervaringen die ze hebben, door bepaalde overtuigingen die ze hebben of hebben ontwikkeld, wel voor die jongeren gaan. En omdat ze daar zo op gefocust zijn, zien ze niet wat er in hun blinde vlek of in hun dode hoek gebeurt. Hoeveel mensen waren het van de? Nee, ik zeg niet een grote groep. Ik zeg een groep. Ja. Dus, nee, ik kan geen aantallen noemen. Nee, maar er zijn een aantal die dat doen. Maar er zijn net zo goed ook mensen die andere mensen willen selecteren die niet per se meedoen. Dus dat zijn burgers in dit geval die ook gewoon daar doorheen lopen. Die wel heel graag een gesprek met die mensen willen voeren. Dus dit is geen doel op zich. Hè. Dat wil ik wel even erbij zeggen. Dit is een middel om het gesprek over een lastig onderwerp als etnisch profileren aan te gaan. Dus dit is echt puur alleen om dat ijs te breken. En de bedoeling is dat we in het gesprek, een groepsgesprek zijn dat, dat we daarna ook gaan uitvragen van waarom valt dan die persoon op? Waarom kies je hier dan voor? En je zegt dit is de bedoeling, maar gebeurt dit al? Wordt deze training al gegeven? Ja, we zijn nu aan het opbouwen. Dus het breidt zich nu op dit moment als een olievlek uit door Nederland. Dus dat is wel heel leuk. Wat je ziet is dat het is een gimmick natuurlijk. Hè? Want iedere politieagent, tenminste de meeste, die vinden het leuk om virtual reality te doen. Een heleboel die kennen het ook niet. Dus dat is eigenlijk een soort zoetje, hè, wat je met een zuurtje combineert. Je kan mensen verleiden om toch dat te doen. En daarna komt dan eigenlijk het zuurtje, want dat is dat gesprek. Maar het mooie daarvan is dat iedereen eigenlijk in een gecontroleerde setting vanuit eenzelfde positie begint, maar zijn eigen verhaal maakt. En er is eigenaarschap op de keuzes die gemaakt worden. Dus iemand die is dan heel trots, die gaat heel trots vertellen wat hij gedaan en gezien heeft. Maar dat is niet per se hetgeen wat de buurman gedaan en gezien heeft. Ja. Dus je kan heel mooi dat gesprek faciliteren. Oké, duidelijk. Of had je nog een vraag? Nee, ik luister aandachtig mee. En het is op zich een prettig de conclusie dat je dus bewust je onderbewuste kan trainen.
Ja, de bedoeling is dit echt om een zaadje te planten. Hè? Ja. Dus we zijn nog bescheiden. Dus. Als we een jaar over jaar spreken, is alle bescheidenheid eruit geslagen. Als we dit vaker herhalen, ben ik ervan overtuigd dat je sommige mensen gaat bereiken. Ja. Hoopgevend. Dank voor je bijdrage. Geef een warm applaus. Ja. Hier al op het bord, Martin Sitalsing, chef Midden-Nederland, en Lute Nieuwwert, portefeuillehouder diversiteit. Beide het podium op onder warm applaus van u. Let op. Als nemen jullie die. Nee, zo gaat hij goed. Lute Nieuwwert, eigenlijk, als ik zou denken aan een portefeuillehouder diversiteit, had ik eigenlijk iets anders voorgesteld qua verschijning. Hoe bent u daar? Lute. Ik voldoen niet aan het profiel. Nee. Het profiel, mijn etnisch profileren profiel in mijn hoofd. Doet maar hoe bent u daar? Ik denk dat hij doet als je begint met praten. Ja, Lute, leg dat eens uit. Ik hoop dat deze microfoon het wel doet. Ja, ik weet niet welk profiel je in gedachten had. En ik moet ook zeggen, je hebt helemaal gelijk. Want sinds gisteren doe ik dat niet meer in verband met mijn naderende pensioen. Dus ik geef dat over aan verschillende andere mensen. Maar ik ben het wel 1,5 jaar geweest. Was het een promotie destijds dat u deze functie kreeg? Nee, het was een roeping. Een roeping? Ja, ik wilde dat graag doen. Het is altijd goed als mensen een baan meer zien als een roeping dan alleen een 9-to-5 job. Maar toch even serieus. Toen u voor deze functie werd gevraagd, was dat een promotie of niet? Nee. Nee. Was het een demotie? Nee. Een horizontaal weggezet? Ja. Ja. Ik zal dat uitleggen. Ik was al jarenlang districtchef geweest. Dat vind ik de mooiste functie bij de politie. Maar ik was ook al 1 jaar of 5 portefeuillehouder in mijn eenheid op dit thema. En ik had wel wat met het thema. En ik wilde daar echt wel wat in veranderen. Dus daarom heb ik ja gezegd. Maar het was geen promotie, het was geen demotie. Ik wilde dat doen. En het is alleen de vraag die ik me nu af en toe nog stel. Is het wel handig geweest als end-of-career job? Ja. Dat vraag ik me nu nog steeds af, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja. En naar welk antwoord neigt u? Want u heeft uw bureau inmiddels schoongeveegd. Nee, nog niet. Dat is een van de problemen die ik heb. Naar welk antwoord neigt u? Nee, maar ik bedoel het echt serieus. Het is een interessante opmerking. Ik ben ook serieus. Ja, ik ook. Dus dat scheelt. Het interessante opmerking dat u zegt dat u zich eigenlijk de vraag stelt of dit de juiste functie was in de laatste fase van uw carrière. Kunt u dat even toelichten, wat u daarmee bedoelt? Nou, ik heb nu het enorme gevoel dat ik spring uit een rijdende trein. Er is zoveel in ontwikkeling, zoveel in beweging, waar eigenlijk nog meer energie op moet komen en wat losgemaakt moet worden, dat ik nu het gevoel heb dat ik inderdaad halverwege afhaak. En dat is een persoonlijk gevoel, want ik denk dat de organisatie echt doorgaat. Daar heb ik volstrekte vertrouwen in. En ik merk ook dat de olievlek steeds breder wordt. Dus dat vind ik een goed gevoel. Maar persoonlijk heb ik nu het idee van, jeetje, de trein is in volle vaart en Lute springt er halverwege af. De man die naast u zit, Martin Sitalsing, zei in 2015 in NRC Handelsblad dat het diversiteitsbeleid met het ontstaan van de nationale politie was gesneuveld. Ja, dat was. Nee, maar dat komt nog even. Komt zo bij u uit. Oh. Dus u. En nu moet ik zeggen dat Martin Sitalsing is gesneuveld? Nee. Het interessante is dus, dat beleid is gesneuveld en u bent nou net degene die de laatste periode onder andere dat vormgeeft heeft aan dat beleid. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat ik het grotendeels wel met Martin Sitalsing eens ben op dat moment. De nationale politie kwam tot stand. Er moest veel verplaatsing plaatsvinden. En uiteindelijk zijn we in een wurggreep terechtgekomen dat iedereen recht had opgebouwd, overigens begrijpelijk, en op een bepaalde positie moest landen. En op dat moment was er heel weinig ruimte voor nieuw beleid, met name diversiteit. En ik vond dat een enorme aderlating voor de politie als totaliteit. We zijn vastgehouden in een soort rechtspositionele greep om zeg maar die hele grote transformatie van allerlei regiopolitiekorpsen naar nationale politie vol te maken. En er waren zoveel opgebouwde rechten dat er van vernieuwing, van een jonge instroom geen sprake was. En ik denk dat we daar tot op de dag van vandaag als politie nog last van hebben. Bent u voor positieve discriminatie voor topfuncties binnen de politie? Jazeker. Ja? Dus het is eigenlijk, we hebben nu, oké. Okay. Is Martin Sitalsing daar een exponent van? Nou, ik weet niet of hij helemaal in het profiel past, maar dat zal hij zometeen zo uit gaan leggen natuurlijk. Goed, ja, mooi de beurt overgeven. Nee, maar kijk, er werd net aan Lute gevraagd van, end of career was de promotie. Wat ik wel weet, is dat veel mensen tegen mij gezegd hebben toen ik terugkwam bij de politie, zorg dat je wegblijft bij die portefeuille, want je doet het nooit goed. Ja. Dat kan wel eens end of career zijn. Hè? Dus dat is wel handig eigenlijk voor Lute dat überhaupt het end van career er al aan zat. Nou, misschien wel, hè, in dat opzicht. Maar de vraag is inderdaad hoe daarnaar gekeken wordt en wat voor winst je te behalen hebt. Omdat je het inderdaad bijna
nooit goed kan doen in deze portefeuille. En in dat opzicht is het ook nooit af. Het is echt een vraagstuk waar we continu aan moeten werken. Ik ben 35 jaar geleden begonnen bij de politie, hier in Amsterdam. En op dat moment was het een vraagstuk. En vandaag de dag is het nog steeds een vraagstuk. En het evolueert, hè? Dus ik ben het erg eens met wat verder zei. Maar tegelijkertijd blijft het echt keihard werken. Maar als u niet dacht dat het beter kon toen in 2015... denk ik ook niet dat u zich zo kritisch toen had uitgelaten. Nee, ik ben hartstikke kritisch geweest. En zeker ook, ik heb de politie verlaten in 2012... Hè, bij de komst van de nationale politie. Deels uit een stuk teleurstelling... omdat ik daarin niet de positie kreeg die ik zelf ambieerde. En ook dacht vanuit het vraagstuk van diversiteit... dat daar zeker ruimte voor was... Maar los van het feit wat Luther zei, dat er ook gekeken werd naar misschien wel naar anciëniteit, hè, zoals je dat benoemt, hè, hoe lang je gewerkt had, was er toen op dat moment ook een politiek klimaat, weet nog wel gedoogd kabinet met de PVV, waarin ook vanuit het beleid werd gezegd dat het diversiteitsbeleid toch op een lager pitje moest komen te staan binnen de politie. Dus ook... Dus het was niet alleen een soort organisatorische keuze, maar het was ook zeg maar, de politieke teneur om daar minder aandacht aan te besteden. Wat ik interessant vind, u bent weggegaan wegens grote kritiek. U bent weer teruggevraagd. Je zou bijna denken, nog één keer weg en teruggaan en u bent korpschef, maar dat geldt terzijde. Ja, maar dat is mijn strategie. Maar wat ik interessant vind aan die beweging, dat u dus terugkeert, en daar zult u ongetwijfeld goede gesprekken over gevoerd hebben, is, op het moment dat je dan terugkeert, ik probeer me dan in zoverre dat mogelijk is in u te verplaatsen, dan weet je... dat je ook het rolmodel bent. In bepaalde opzichten het gezicht van het diversiteitsbeleid. Misschien dat je wel eens geëxploiteerd wordt als gezicht. Kijk eens, we hebben ook iemand met een kleur in de hoogste regionen van dingen zitten. Je moet daar maar zin in hebben om die druk op je schouders te hebben. En laten we ook wel wezen, er zijn genoeg voorbeelden binnen de organisatie... met mensen die die rol op zich kregen waar het niet al te goed mee afgelopen is. Ja, nee, dat klopt. Kijk, het is, ik wist dat die druk er zou zijn... Ik heb ook gezegd dat het met mijn benoeming niet opgelost is. Hè. Dus we hadden het in het begin van het gesprek met Liesbeth Huizen erover... of in die topfuncties we wel voldoende diversiteit hebben. Ik denk dat het verschil over de vraagstukken die we terugzien in de samenleving... op het niveau van de werkvloer plaatsvindt. Dus het leiderschap op dat niveau... ik denk dat we daar veel meer aandacht aan zouden moeten besteden... En tegelijkertijd moet je ook herkenbaar zijn in de top van de organisatie... en het daarin kunnen faciliteren. Kunt u dat dus... iets specifieker veel meer aandacht aan geven? Het is dus niet een gesprek van vandaag en gisteren. Het loopt al lang. Dus wel even concreet, wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, we kijken heel vaak... We zijn een hiërarchische organisatie, dus we kijken naar de top van de organisatie. Dat daar de verandering moet plaatsvinden. Nou, die moeten dat zeker faciliteren. Maar wat ik merk, en dat kwam net ook naar voren... Jij noemde net het voorbeeld, hè, van... wanneer spreek ik iemand aan op racistisch gedrag bijvoorbeeld... of discriminatoire gedrag, dat is echt op het niveau van de werkvloer. Daar is heel veel lef voor nodig voor iemand die operationele leiding geeft in een team... en durft een standpunt in te nemen tegen degene die een beetje de one of the guys is binnen zo'n team... een opmerking maakt over een racistische opmerking... of een opmerking, echt een ongewenste opmerking. Nou, durf daar maar eens tegen op te treden... als je operationeel leidinggevende bent in een team. Nou, ik vind dat onze grote taak is om dat te versterken... om dat te faciliteren en om die, nou ja, een beetje non-interventiecultuur... om die eruit te halen en te zorgen dat mensen wel degelijk... die interventie kunnen plegen en er niet bang hoeven te zijn voor hun carrière... maar juist daarmee een goede stap kunnen maken naar de toekomst toe. Ik wil met jullie gaan luisteren naar iemand die wij speciaal gevraagd hebben... om eens een flinke steen in de vijver te gooien. Het was ook plezierig toen wij daarover hadden dat de top van de politie meteen zei... hartstikke goed, die moeten we hebben. Sania Celic, kom naar voren. Geef er een warm applaus, dames en heren. Hij doet het wel. Gaat u anders daar zitten? Wat wilt u doen? Want ik ga u namelijk even de vloer geven. Oh, oké. Okay. Om eigenlijk een power speech te geven. Wilt u dat staan, zitten doen? Hoe komt het u? Helemaal aan het einde van het programma, niet van de politie. Ja. Nou, in het kader van open gesprek dacht ik... ik ga even mijn gedachten ordenen. Wat wil ik de politie meegeven? Ja, ik zeg er nog even bij dat mensen ook thuis... en in de zaal heb ik het idee dat veel mensen u kennen... maar ik ga er toch even voor de volledigheid bij zeggen. U bent lector diversiteit en inclusie aan de Universiteit Leiden... gespecialiseerd in bestuurs- en organisatievraagstukken. Aan de Hogeschool Leiden ben ik lector en ik ben opleider aan de Universiteit Leiden. Voilà, bij deze.
Ik ga u de vloer geven en dan gaan we daarna met elkaar erover in gesprek. Gaat uw gang. Oké. In het kader van open gesprek dacht ik, ik moet even mijn hoofd ordenen en kijken wat wil ik eigenlijk deze mensen vandaag meegeven en waar wil ik het gesprek over voeren. En in dat kader heb ik vandaag eigenlijk mijn gedachtenlijn mooi in het parool uiteengezet. Dus mochten jullie na vandaag denken, nou, zoals tekort van stof, kunnen jullie het nalezen. Wat mij opvalt is, de politie heeft redelijk wat meters gemaakt de afgelopen jaren. Er wordt behoorlijk wat geïnvesteerd, dat merken we ook. Als ik kijk naar de politie en naar andere organisaties waar wij ook allerlei onderzoeken doen, zie je dat de politie in sommige opzichten voorop loopt. Alleen al dit gesprek wat nu gevoerd wordt, als je alleen al kijkt naar interventies, het gesprek op de werkvloer, de briefing, dus je ziet wat vooruitgang. Tegelijkertijd dacht ik, ik kon vandaag niet alleen maar complimenten uitdelen, maar ik wil ook een aantal kritische noties meegeven waar we het gesprek vandaag over kunnen voeren. En, want ik zie ook wel degelijk enkele blokkades die inclusie echt in de weg kunnen zitten. En één daarvan is ook aan het begin voorbij gepasseerd, is de angstcultuur wat er is, noem ik het maar even. Wat je merkt is dat het gesprek, hè, zoals we dat nu hier voeren, het ongemakkelijke gesprek, niet heel gemakkelijk binnen de organisatie gevoerd wordt. En dat bedoel ik niet, we hebben het heel de avond al over diversiteit en we neigen dan een beetje naar dat etnische diversiteit te gaan. Maar ik merk in de gesprekken, in de recente onderzoeken die we houden, in de gesprekken merken we dat, dat mensen er niet graag over praten. Of een mening hebben die eigenlijk liever niet gehoord wordt. Dus ik merk dat als het gaat om het onveilige gevoel rondom dit gesprek, zeker niet is voor mensen alleen met een andere etnische achtergrond. Het geldt eigenlijk voor meer. Dus daar ligt echt een aandachtspunt. En dat is daarmee gelijk het tweede linkje, wat vandaag ook genoemd is leiderschap. Er stond er niet voor niks bovenaan leiderschap. Dat is wel een dingetje binnen de politie. Want je merkt dus, ook leiders vinden het lastig om dit gesprek bespreekbaar te maken. Maar je merkt ook dat leiders niet helemaal toegerust daarvoor zijn. Soms vraag ik me af, worden leidinggevenden daar ook in voldoende mate in ondersteund om dat gesprek te begeleiden? Dan heb ik het met name over leiders die bijvoorbeeld echt aan de front staan, over teamleiders, maar met name operationeel leidinggevende. En het verhaal wat ik steeds de laatste jaren steeds terugzie, operationeel leidinggevende word je als je expert bent in je vak als politieman of vrouw. Maar de vraag is, worden leidinggevenden, in welke mate worden leidinggevenden echt geselecteerd op hun leiderschapskwaliteiten? Of als ze de basis hebben, in welke mate worden ze daarin ondersteund om dat gesprek aan te gaan? En het laatste puntje, wat ook een interessante is, politiemensen zijn heel goed in staat om buiten te reflecteren naar die burger, feedback te geven. Maar het ongemakkelijke gesprek intern voeren, reflectie naar elkaar geven, dat is toch nog iets lastigs. Dus daar ligt nog wel wat werk aan de winkel. En misschien is dit voldoende voer voor het gesprek. En waar ik me ook nog zorgen over maak, is wat ik merk, is we hebben het over alsof iedereen binnen de politie het vraagstuk diversiteit omarmd, maar ik zie ook dat het ongelooflijk veel weerstand is. Dat is natuurlijk begrijpelijk, dat zien we in die samenleving ook, maar het gesprek daarover wordt niet gevoerd. Dank. Of nauwelijks gevoerd. Geef er een applaus en ik wil eigenlijk vragen, voordat u aanstalt te maken om het podium te verlaten, blijf bij ons. Maarten, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Als ik het even kort in de bocht ook even in belangrijke punten uithaal. Je kan wel mensen die leiding geven trainen en bewust maken. Maar wellicht zijn ook de mensen op de verschillende, om niet de juiste redenen, op die plek gekomen. En missen ze bepaalde sociale vaardigheden. Ik zeg het even, corrigeer me als ik het u niet goed samenvat. Wat herkent u van deze opmerking? Nou, dat is eigenlijk het punt wat ik net maakte over de non-interventies. Dat sluit al heel, heel erg op aan. Het is ontzettend lastig, omdat de politiecultuur kenmerkt zich door een zekere mate van familiecultuur. Dus je wil heel graag een eenheid vormen binnen je team. Ik heb zelf ook gedaan, je vormt een team en je wil een eenheid zijn. En daarin wil je eigenlijk een beetje allemaal mensen die hetzelfde zijn. Qua humor, qua hoe je over dingen praat, je bent allemaal bezig met hypotheken. Weet je, allemaal een beetje hetzelfde gesprek. En dat kunnen vormgeven. Daar zijn de meeste politiemensen wel in getraind om in het leiderschap zoiets neer te zetten. Maar tegelijkertijd ruimte geven aan diversiteit, ja, dat is voor de meesten bijna niet te doen, lastig te doen. En daar hebben we ze ook niet op getraind. Dus dat laat ik het zo zeggen,
om in die paradox te kunnen werken, dat herken ik. En het tweede is, in die aanspreekcultuur, dus daarmee je eigenlijk ook even buiten de groep plaatsen als operationeel leidinggevende. Ja, dat zijn de meest dapperste die dat doen. En dat lukt niet iedereen om daarin te kunnen overleven. Dus dat we daarin moeten investeren, herken ik als geen ander. En niet alleen investeren, maar ook anders selecteren als het om posities gaat. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar goed, we hebben dus een flink aantal. Die gaan we niet allemaal naar huis sturen morgen. Dus het is helpen om dat te kunnen. En tegelijkertijd inderdaad als het gaat om de selectie. Lute Nieuwert, zijn dit eigenlijk al dingen die u heeft opgepakt de afgelopen tijd? De punten die Martin Sietalsing noemt als portefeuillehouder diversiteit? Nou ja, niet allemaal in mijn persoon, maar er lopen brede programma's om dat al te beïnvloeden. En ik ben het helemaal met Martin eens. Ik maak één nuance. En ik hoor u wat scherp reageren op dat leidinggevenden, onze huidige leidinggevenden, niet gekwalificeerd zijn. Ik vind dat we moeten dat iets genuanceerder bekijken. Na de reorganisatie hebben we heel veel aandacht moeten besteden aan zeg maar een nieuwe vorm. Leiding geven op doelen, op resultaten. Er is heel veel aandacht aan gegeven, wat ik ook zie. Maar zo langzamerhand word ik een klein beetje een oud mannetje bij de politie, is dat er ontzettend veel werkdruk is. En dat betekent dat die leidinggevenden eigenlijk de laatste 4, 5, 6 jaar geconditioneerd zijn om bepaalde dingen te doen. Waar wij als hoogste leidinggevende verandering in moeten maken, is dat we zeggen ook van, maar luister, je hebt en training en tijd en aandacht nodig om ook met diversiteit te kunnen omgaan. En iedereen zegt van zichzelf, ik kan met diversiteit omgaan. De werkelijkheid is dat het best ingewikkeld is. En dat je eigenlijk je bewust moet worden als eerste stap. En die collega achterin heeft dat perfect gezegd. Wij deden er wat krampachtig over. Maar je moet je als eerste stap op bewust worden van je eigen oordelen, maar ook vooroordelen. En de wil hebben om te veranderen. Ja. En wat ik zie in de volle omvang van leidinggevenden bij de politie, dat er ongetwijfeld een aantal zijn die net niet goed genoeg zijn om dat vak uit te oefenen. Maar ik vind dat een heel klein aantal. Er zijn er een heleboel die goed genoeg zijn om het vak uit te oefenen. Alleen die worden de laatste jaren door ons continu ingezet om eigenlijk de harde kant van het leidinggeven op te pakken. En die zijn geconditioneerd. En wat ik graag zou zien, en daar zijn we de laatste 2, 3, 4 jaar ook al mee begonnen, is dat we tijd en ruimte creëren om die leidinggevende, precies zoals Martin zegt, ook die andere invalshoeken te leren. En dan moeten we ze ook echt mee confronteren. Maar, meneer Nieuwert, als ik u volg, dan zeg je eigenlijk die prestatiedruk en die afrekencultuur is zodanig dat daardoor bezig zijn met diversiteit soms een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Als we nu kijken naar de organisatie, dan zien we dat de organisatie vergrijst. Dan zien we dat er heel veel vacatures openstaan. We lazen laatst ook dat er steeds minder waarschijnlijk wijkagenten daadwerkelijk in de wijk zijn, omdat ze voor andere dingen belangrijk zijn. Met andere woorden, u schetst eigenlijk een best somber scenario voor de komende periode als het hierover gaat. Even, kom zo bij u. Als u zegt een somber scenario, ik probeer een reëel scenario te schetsen. Ja, dat is een somber. Somber en reëel kan samen. Nee, maar u geeft ook een uitstekende invalshoek naar de toekomst. Want we krijgen heel veel kansen de komende tijd die we echt moeten benutten. Maar we moeten niet alleen zeggen dat we met 17.000 vacatures de komende jaren de politie gaan veranderen. Dat moeten we nu ook al doen met de huidige mensen die aan boord zijn, met de huidige leidinggevenden. Want wat Martin zegt, wij nemen niet in één keer afscheid van 80-90% van de politie. Maar ik zie naast een wat somber reëel in mijn ogen scenario, de politie is heel erg druk. En we lijken wel op die houthakker die constant aan het houthakken is. En die merkt dat het wat moeilijker gaat, maar zijn bijl wordt stomp. Maar in plaats dat hij de tijd neemt om zijn bijl te slijpen, gaat hij nog meer uren maken en nog harder slaan. Dat is niet zo zinvol. Ik denk dat de politie wel een beetje in die fout valt. Daar worden we ook een beetje ingeduwd, denk ik. Dus ik ben het wat dat betreft wel eens met het betoog van de bonden. Ja, ik wijs een beetje op mijn collega van de NPB. Dat we zeggen, ja, maar wacht even, we moeten iets meer tijd nemen om reflectie te hebben op ons werk. En dat is geen doekje voor het bloeden, maar je moet mensen wel de kans geven om na te denken waar ze mee bezig zijn. Een ander punt van Marcelis is, we kunnen hier wel heel geconcentreerd en zeker in de Bali over diversiteit en het belang daarvan praten. Maar er zijn ook heel veel plekken waar ze denken, joh, we hebben wel iets anders aan hun hoofd. Hoe vaak maakt u eigenlijk in uw werk mee dat u weer met een programma aankwam en ergens een verhaal hield over het belang van diversiteit? Dat ze zeiden, ah, Luther, hou nou op met dat je gezamenlijk man, we hebben wat anders aan ons hoofd. Kom op, man. U werkt ook bij de politie mee. Kijk, met enige feest regelmaat. Van erkenning begrijp ik. Met enige regelmaat. En ik vind dat ook op zichzelf nog wel begrijpelijk. Want soms kom je collega's tegen die zelf al hebben meegemaakt. Een gemiste carrièrekans. Soms wat zuur zijn. Soms inderdaad misschien wel wat te veel vooroordelen hebben opgebouwd. Want ik herken dat heel goed. Dat als je jarenlang in een bepaald gebied zit en alleen maar de slechte kanten van mensen ziet, maar je kent de goede mensen in die gemeenschap niet. Nou ja, onbekend maakt onbemind. Die zurigheid is aanwezig. Ja, en die mag ik even af? Gaat u gang. Ik denk gaat niet u, dat die voorkomen gelijk. Gaat u ik denk niet dat die overheersend is, maar die is aanwezig. En daar moeten we wel op ingrijpen, want een aantal collega's hebben ook al gezegd, als wij dat niet doen,
dan missen we de aansluiting met de steeds diverser wordende maatschappij. En wij denken dat we nog tijd nodig kunnen hebben om te veranderen. Ja. Maar die tijd is misschien al lang verstreken. Zeker. Als het aan de buitenwacht gaat. En zeker ook hoe ouder de mensen zijn, hoe langer ze binnen het bedrijf werkzaam zijn, hoe moeilijker ze nog flexibel zijn naar nieuwe werkzaamheden. Ik weet niet of ik het persoonlijk bedoel, maar... Dat heeft niet alleen met de politie te maken. Dat geldt voor alle organisaties, dames en heren. Gaat uw gang. Ik denk dat u helemaal gelijk hebt. Maar ook diversiteit betekent ook dat we iedereen in de maatschappij meenemen. De maatschappij bestaat ook uit een boel oudere mensen die net zoals politiemensen als ze ouder zijn misschien wel bepaalde vooroordelen hebben of bepaalde oordelen hebben. Die moeten we ook meenemen in de samenleving. En Lisbeth Huizer heeft één ding aan het begin gezegd en dat omarm ik echt tot op mijn bot. Als wij tegenover elkaar blijven staan in allerlei polemieken en steeds verder gaan in een discussie en oordelen en meningen naar elkaar blijven uitstorten, dan denk ik dat het niet goed gaat in Nederland, maar ook niet met de politie in Nederland. En wat ik van ganse harte hoop, is dat wij een beetje begrip krijgen voor elkaar, een beetje meer luisteren naar elkaar, en dat we niet zoveel de stembanden alleen verslijten, maar ook de trommelvliezen een beetje. Ja, ik wil toch even weer het woord geven aan Sanija Cellik, want het zou een beetje zonde zijn als we zo'n brok aan informatie, zeg maar, maar 5 minuten iets laten zeggen. Ja, er is zoveel gezegd, dat ik dacht, waar ga ik even bij aanhaken? Maar als eerste is, ik denk dat het goed is om te zeggen, het gaat er niet om, alle leidinggevenden deugen niet en we gaan het wisselen. De belangrijkste vraag is, hoe ondersteun je ze voor degenen die er nu zijn? Want ik hoor vaak bijvoorbeeld nu zeggen, oké, we hebben politie voor een ieder. Het zit op mijn dossier, want ik heb afgelopen periode redelijk wat leidinggevenden gesproken. Maar ik wil wat doen. Ik heb te maken met mijn spam of control, mijn drukte. Hoe moet ik dat doen? Krijg ik daar die voldoende ondersteuning? Dus dat is zeker een aandachtspunt. En ik denk dat je ook moet nadenken over, hoe zorg je ervoor dat, hoe richt je nou die loopbaanpaden in binnen de politie? Dus, alleen maar erover gaan praten heeft geen zin, als je ook de structuur van je organisatie om daar te komen, zeg maar, niet aanscherpt. Dat is denk ik wel een belangrijke. En ik merk nog steeds bij de gesprekken die ik heb, en wij nemen dat op omdat wij onderzoek aan het doen zijn, dat ik, als dat cassettebandje dicht is, dat we ongelooflijk veel informatie hebben. En dan hoor je steeds dat het toch best wel lastig is om toch een mening over dit vraagstuk te hebben, wat eigenlijk intern en extern niet gehoord kan worden. Dus het is inderdaad ook een beetje een angst als ik me hierin meng of als ik hier iets over zeg. Wat betekent dat voor mijn carrière? Dus dat ongemakkelijke gesprek wat we hier proberen te voeren, dat is echt wel een lastige. En dan maakt het echt niet uit wat je etnische achtergrond is. Dus de angst over de thematiek, dat je het lastig vindt, botsende waarden hebt met andere groepen, dat gesprek wordt niet gevoerd intern. Ja, twee mensen klikken. Nee, ik zit even naar Martin ook te kijken. Kijk, het gesprek over botsende waarden, dat herken ik. Dat herken ik ook vanuit, zeg maar, bijvoorbeeld de toepassing van technologieën. Artificial intelligence, als je dat gaat gebruiken bij gezichtsherkenning bijvoorbeeld, of sensing. Hoe vul je je algoritme? En hoe discriminerend zijn dan je algoritme? En dan merk ik dat de botsende waarden, enerzijds de botsende waarden van efficiëntie, veiligheid, boeven willen vangen, soms veel zwaarder weegt dan de waarde van hoe zit het met de privacy, hoe zit het met de waarde van discriminatie en hoe je daarmee omgaat. Omdat we al heel snel gefocust zijn op dat veiligheidsvraagstuk en daar een slag in moeten maken. Dus dat herken ik zeker. Nee, dus dat punt komt daarin wel naar voren. Dames en heren, ik kijk even op de klok en ik zie dat we onder nabij, nog niet helemaal, bijna 2 uur met elkaar in dit gesprek zitten. Dat vond ik heel snel gaan, dat is een beetje een compliment aan jullie allemaal. Maar dit is ook het moment dat er wellicht nog iemand in de zaal zit die een vraag heeft aan een van deze mensen of een opmerking wat helemaal los van dit laatste panelgesprek staat. Maar dit is wel het moment dat we nog even met elkaar wellicht belangrijke dingen met elkaar kunnen delen. Is er iemand meteen die zegt, ik heb een vraag of een opmerking? Ja. En hier ook aan de zijkant, zegt ook, ga je? Zegt u even wie u bent ook. Goedenavond. Goedenavond, mijn naam is Latifa Aliashi. Als ik het zo hoor, dan lijkt het wel een Mission Impossible. Want eigenlijk, wat ik allemaal zo hier hoor, is dat er een nieuw systeem gebouwd moet gaan worden, maar met een oude structuur. Dus in mijn, hoe ik er naar luister, denk ik, ja, hoe dan? Mag ik even vragen, bent u zelf ook werkzaam bij de politie? Ja. Oké. Okay. En maar deze conclusie die u nu trekt, heeft u aan de hand van vanavond of van uw eigen werkzaamheden ook al?
Eigenlijk een beetje van beide. Want wat ik al meerdere keren hier heb gehoord, is dat het niet iets is van vandaag of van gisteren. Ik werk 20 jaar bij de politie. En eigenlijk zitten we gewoon vast in een vicieuze cirkel. En die vicieuze cirkel die is nog steeds niet doorbroken. En dan hebben we het over het goede gesprek voeren, over het ongemakkelijke gesprek. Maar ik denk dat je gewoon echt bij die basis moet beginnen. En die basis is dus kijken naar wat is het probleem, hè? Maar maak je het een social issue of is het een business issue? En eigenlijk draagt de politieorganisatie, of niet draagt, maar zijn niet heel helder in de visie die ze daarin innemen. En ik denk op het moment dat je allemaal nieuwe dingen wil doen, omdat de samenleving dat vraagt, maar eigenlijk is de organisatie er nog niet klaar voor. Dus de organisatie is niet klaar voor een hoofddoek, de organisatie is nog niet klaar voor dat ongemakkelijke gesprek. Dus dan moet je eigenlijk aan die basis beginnen en dat is de structuur. En zolang die structuur, als dat de basis is van de oude structuur, maar we willen overgaan naar een nieuwe structuur, dan klinkt het in mijn oren een Mission Impossible. Ik kom naar u toe. Ik kom naar u toe. Ja, dat vind ik. Ik kon hem al verstaan. Aardig is het. Ja, ik ben van mening, die vicieuze cirkel, die kan je voor mijzelf doorbreken. En ik denk dat we niet hoeven te wachten op wat er vanuit de korpsleiding komt. En moeten we daar, kunnen we daar echt met z'n allen zelf een rol in vervullen. Als je al 20 jaar in een vicieuze cirkel zit, denk je, ja, wat heb je dan zelf aan gedaan om die te doorbreken? Hoe ga je dan zelf het gesprek aan als je tegen dit soort dingen aanloopt? Ik durf van mezelf te zeggen dat ik dat echt doorbroken heb. En dat ik er heel anders in zit dan jaren geleden. Oké, dank u wel. Ik denk dat het de kern van het vraagstuk is, want ik merk het ook vanavond. We hebben het steeds over diversiteit en dan kijken we vaak naar een groep. Wat ik merk is, wil je deze vraagstuk echt succesvol maken, dan moet je ervoor zorgen, en antwoord heb ik ook niet direct, dat het echt iets is van iedereen. Dus ook van Hans en Sandra. Dus je merkt dat we het heel erg verkrampte thematiek benaderen. Dus ik denk dat er zeker wel sleutels liggen voor een oplossing. En dat is zeker meer dan alleen maar het goede gesprek voeren. En om uit die kramp te praten moet je het meer over mensen, met mensen hebben dan praten over structuren en organisatie? Structuren is sowieso belangrijk. Zeker. Hè? Maar dat is iets van een lange termijn inderdaad. Wat terecht gezegd, je kan niet inderdaad heel de organisatie aan een bloedtransfusie doen. Dus dat is wel een belangrijke. Maar het is natuurlijk ook wel belangrijk dat je kijkt van wat zit nou de mensen in de weg? Hoe komt het dat er nog steeds inderdaad wel degelijk weerstanden zijn? Hè? Luther noemt, ik herken het, hè? Maar misschien heeft hij de 1/8 deel ervan gehoord. Hoe komt het en waar wringt het nou als het gaat om de mensen? Waar liggen de pijnpunten dat het gesprek niet vooruit komt? Een van de punten is als het gaat bijvoorbeeld om meer diversiteit aan de top. Je ziet, bij de politie is afgesproken transparantie van vacatures. Maar nog steeds worden er bijvoorbeeld benoemingen gedaan waarvan sommigen zeggen van, daar komt iemand geparachuteerd. Die wordt van bovenaf naar beneden. Dus het is belangrijk om het transparant gesprek over te voeren, maar ook op zoek te gaan wat nou de pijnpunten zijn van mensen als het gaat om dit vraagstuk. Ja, vult u aan? Waarvan ik trouwens toch even moet zeggen, ik hoor wat u zegt, ik knik natuurlijk ook al mijn stem, maar dan op zoek gaan naar de pijnpunt. Ja, dat zou je toch een beetje denken dat we dat toch wel een beetje toch weten na zoveel jaar? Ik denk niet dat er in voldoende mate het ongemakkelijke gesprek gevoerd wordt hierover. Dus het gesprek wat wij hier proberen te voeren is niet een vanzelfsprekendheid in de organisatie. En wil je, hè, want we hebben het steeds gehad over hoe ga je nou die samenleving bedienen. Maar ik maak me wel zorgen als je intern nog wat ongemak rondom dit vraagstuk zit. Hoe kun je dan überhaupt onbevangen naar die samenleving kijken? Dus zeker meer dan het goede gesprek, maar wel ook het lastige gesprek. En daar zit natuurlijk weer die rol voor die leidinggevende, maar ook voor alle politiemensen om dat ongemakkelijke gesprek te faciliteren en te houden. Voordat we naar de laatste vraag, ik zie daar heb ik een nieuwe vraag, vinger ook. U wil nog wat aanvullen, gaat u gang. Heel kort, en even als haakje, ik ben het namelijk helemaal eens met wat je zegt. Hè. Ik heb een scriptie gelezen van Philomena Asset en die is al 30 jaar geleden gepubliceerd. En die heeft aangegeven van discriminatie zit in alledaagse verschijnselen. En ik vond het wel heel merkwaardig dat toen die scriptie kwam, dat heel Nederland over haar heen viel. En vooral progressief Nederland, want die herkende van zichzelf niet dat ze vooroordelen hadden en ook aan het discrimineren waren.
En wat er nu speelt bij de politie, en dat ik vind dat we dat steeds beter, maar ook steeds pijnlijker doen. U maakte zelf een toespeling over die documenteren. Hè? Dat het haast gênant is om te zien. Ik ben blij dat wij dat niet meer dat vel onder het tapijt vegen. Voordat we doorhebben wat de pijn is bij de ander, moeten we heel goed leren luisteren. En dat geldt niet voor één groep, dat geldt voor een heleboel groepen. En even naar die mevrouw die dat net zegt, die collega van mooi het Engels, Mission Impossible. Ik ben het er niet mee eens. Het is Mission Possible. Wij moeten het met z'n allen willen, we moeten het met z'n allen doen. En ik zie ook verandering. Ik ben het met haar niet eens dat we meters hebben gemaakt, maar wel wisselwaardig centimeters. En als wij zo doorgaan en wij worden wakker gehouden, dan komen we hieruit als we dat willen, als politie. Maar wat gaat er gebeuren met uw portefeuille eigenlijk? Als oh, sorry, ik ben hier. ja, in het donker. Wat gaat er gebeuren met uw portefeuille, Luther Nieuwert, als u straks... U bent weg, 2 dagen geleden. Gelukkig wordt het niet meer van één persoon. Want wat we al hebben afgesproken, Lisbeth Huizer en ik, al 1,5 jaar geleden, is dat het verbreed moet worden. Eén voordeel van het vehikel... Maar wacht even. Is dat een mooi woord dat uw functie wordt opgeven? Nee. Kijk, ja. Ik zal een deel van de portefeuille op me nemen. Samen met een collega politiechef Gerrie Veldhuis uit Noord-Nederland. Dus we gaan het in de lijn brengen. Politiechef zelf verantwoordelijk voor dit dossier. Maar u zei net 10 minuten geleden nog dat u dat, weet ik, dat juist maar, nooit moet doen. Toen ik binnenkwam werd dat me geadviseerd. Niet doen, dat het kost je carrière. Nou, dat gaan we maar eens zien. Ik denk dat ik... Oké. Ik pak het wel degelijk op. En ik heb toch nog... Mag ik één laatste vraag stellen? Want als het gaat om... Dus wat wij aan het doen zijn... Wat me opvalt is dat we barsten van het talent op de hbo's en de mbo's. En de komende periode hebben wij bijna 20.000 mensen in te nemen. En ik ben ook, wat een beetje bij mij dilemma is... Ik vind het fijn om onszelf de maat te nemen hierin en te verbeteren. En tegelijkertijd ben ik bang dat we daarmee ook niet een aantrekkelijke werkgever zijn... voor degene die nu de talenten zijn op de mbo's en de hbo's. En ik ben een beetje op zoek van hoe pakken we dat vraagstuk nou op... En goed, nu we zoveel mensen in de zaal hebben. We hebben er 2 op zitten. Dat betekent dat we echt qua aandachtspannen zijn we overal zijn. Ik zie de laatste vraag denk ik toch wel. Laten we dan 2. Achter elkaar doen. 3 korte vragen. Want u zit ook al heel lang met uw vinger. En uw vinger heb ik ook gezien hoor. Wie bent u? Ik ben Wendela Kloosterman. En ik werk als externe heel vaak voor de politie. En wat ik mis is het gesprek over de rol van de politieacademie. De werving van mensen en die 2 momenten, dat ene filmpje en daarna jouw verhaal, Dwight. Je was ook bijna weg geweest. Door de toon waarop dat gesprek gevoerd wordt met een nieuwe collega. En wat wil je mensen leren? Wees een individu en wees vooral trouw aan je principes. Of wil je zo snel mogelijk een eenheidsworst waar mensen zich netjes aanpassen, want anders horen ze er niet meer bij. Ik denk dat als je het hebt over iets in de structuur veranderen, dat je daar moet beginnen. Ja. Oké, mooi. Hoeven denk ik ook niet te beantwoorden. Ja, nee, maar wel belangrijk dat u dat even ter tafel brengt. Dank u wel. Nu die mevrouw daar, want die hebben dat wel... Ja, wie bent u mevrouw? Hallo, mijn naam is Sarah Kremers. Ik werk bij de politie in Noord-Holland. En ik vind het heel jammer dat die mevrouw aan het eind zit van het programma. Omdat we zijn met heel veel collega's of mensen die met de politie te maken hebben vanuit een betrokkenheid. En ik heb heel veel goede intenties gehoord. Maar ik wil uit de verhalen wegkomen. En dat is wat die mevrouw volgens mij ook zegt. We hebben de verhalen, we hebben de erkenning. En dan? Hoe ga je nou dat ongemakkelijke gesprek naar een ander niveau tillen? Ik organiseerde in Noord-Holland een avond om het ook hierover te hebben. Ik kreeg met moeite 4 mensen aan tafel die het gesprek wilde voeren. De enige manier waarop het me lukte, was waarop ik me persoonlijk verbond, bijna dat ik dacht, aan een collega, ik zeg, joh, vertel dit lelijke verhaal nou gewoon. En het was een verhaal van een witte collega, niet het verhaal van alleen van een zwarte collega. Die zei, ik vond het echt heel ingewikkeld, tegen de collega die naast hem zat, dat jij ging knielen bij die demonstratie. En ze kenden elkaar niet, maar ik wist niet wat ik daarmee moest. En ja, ik heb wat op internet geschreven, wat dan ook. Het was echt super mooi, moedig. En ik dacht, dit is het. En dan? Hoe ga ik dat nou naar een ander niveau tillen? En volgens mij heeft die mevrouw het antwoord. Alleen zegt ze het nog. Of tenminste, hebben we haar nog niet verdoofd. Ik heb het. Ja. Eigenlijk 2 dingen. We gaan u eerder programmeren en of u het gewoon wil zeggen eigenlijk. Nee, ik hoor u. Maar daar moeten we even nu... waarvan akten, zouden ze bij zomerpromenade zeggen... Maar we moeten ook nu naar de afronding. Maar het is wel belangrijk dat u het even gemeld hebt. Maar hier... is er een antwoord op die vraag? Is er een vraag? Want volgens mij begrijp ik uit uw verhaal dat u daar gewoon op dit moment mee bezig bent. En dat u echt voelt
dat het gewoon hartstikke lastig is om dat gesprek te voeren. En wat ik heel mooi vind wat u aanstipt is, hoe brengen we het lastige gesprek op een ander niveau? Dat betekent dus dat je het mag zeggen dat je in een besloten gezelschap het lastige gesprek gaat voeren. Want ik zie dat bijvoorbeeld met leidinggevenden, overigens niet alleen bij de politie, in allerlei leertrajecten binnen vier muren wordt dat gesprek wel gevoerd. Maar je kunt het op verschillende manieren organiseren. Nee, hoeft niet meer. Echt niet? Dat is moe. Dames en heren, dan gaan wij nu naar een totale... Ik wil nog even, want had u de microfoon even bij mevrouw Huizen? Dat hadden we eigenlijk gezegd even. Wilt u nog iets toevoegen? Ik zou bijna zeggen Jerry Springer-achtige final thought. Nee. Want er is een heleboel gezegd. We begonnen de avond met u. Is er iets van u zegt dat is van belang of dat wilt u nog een keer onderstrepen? Iets in die sfeer. Eén ding dat ik toch echt... Wat we eindigt een klein beetje in somberheid. En dat... Weet je, het is terecht, want wij moeten dat ongemakkelijke gesprek aan. Hè, wat ik ook eerder zei, door die pijn heen. Hè, en tegelijkertijd vind ik het ook wel jammer als ook collega's zeggen van... Hè, is het dan een mission impossible? En ik zou toch één ding aan ons allemaal... want we zijn hier veel met collega's van de politie... dat ook willen meegeven. Ik kwam zelf 15 jaar geleden bij de politie... en ik was de eerste vrouw die als zijinstromer in de leiding in Amsterdam kwam. En op dat gevoel, op dat moment dacht ik... ik ga 20 jaar terug in de tijd... Want een plek voor vrouwen was er eigenlijk nog nauwelijks. Ze hadden nog gesprekken over of het wel veilig genoeg was dat een vrouw op de auto mee kon. We zijn 15 jaar verder en ik kan in ieder geval zeggen, dat gesprek hebben we niet meer. Dat is echt voorbij. En wij zitten inmiddels aan de top van alle organisaties in Nederland. Als het gaat over de vrouwen die daarin benoemd zijn. Hè? Meer dan 40% in de top. En ik ga daarbij dus zeker niet zeggen... Want dat hebben jullie denk ik ook goed genoeg gehoord. Hè, dat het diversiteitsbeleid daarmee klaar is. Nee, we hebben een stap daarin gezet. En we hebben nog een hele belangrijke andere stap te zetten. En die is wel van een andere orde. Dat merk ik ook wel. En dat gaat over hoe gaan we met name de culturele diversiteit... Hè, ook een vanzelfsprekendheid laten zijn in onze organisatie. Maar ik wil ook gewoon meegeven dat als wij er gezamenlijk ons aan gaan verbinden... en samen inderdaad de moed opvatten... om dit ongemakkelijke gesprek aan te gaan. En we hebben voorbeelden hier ook gehoord van mensen die dat al gewoon durven. En sommigen die daar nog wat meer, nog in kunnen groeien. Maar samen zijn we wel in staat om die politie echt ook te veranderen. Want één ding, en dat merk ik altijd in alle gesprekken die ik met de collega's heb. Wat ons zo verbindt, is elke keer die taak waarom wij dit doen. En wij doen het voor die samenleving. Elke politieman of vrouw, die kan je er elke ochtend op wakker maken van... Waarom, wat kom je hier doen? Dat is veiligheid geven, hulp verlenen aan de burgers die dat nodig hebben. En als we dat weten vast te houden, die waarde, dan ben ik ervan overtuigd dat we over 10 jaar hier staan en dan zeggen van... Goh, weet je, we zijn door die pijn heen gestapt en we zien ook nadrukkelijk ook dat die politie is veranderd en dat die veel diverser van samenstelling is geworden. Dank. Ja, dat mag je zeker... Dames en heren, dan richt ik me onder andere op dat kleine apparaatje daar, oftewel de camera. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een bijzondere avond. Het was op initiatief van de politie. Wij kunnen in ieder geval namens de organisatie zeggen dat wij de politie zeer erkentelijk zijn voor alle ruimte die wij kregen. Geen restricties. Ik dank jullie ook voor de openhartigheid. Mensen in de zaal, maar vooral ook hier op het podium. Wellicht is dit het keerpunt en zeggen we over een paar jaar, weet u nog, in de Bali, die avond. Nou... Het zou geweldig zijn. Er is nog een lange weg te gaan, maar laat het een mooi begin zijn. Dank voor de aandacht en tot de volgende keer. Dank jullie wel.